Thomas, je bent gedood door een zombie. Ja, ik ben ook zo goed als dood. Kom, varkentje. Dat varkentje kun je zelf dood doen, hè. Jullie zijn alle twee dood door een zombie. Ik ga terug in mijn holletje zitten. Dag, Thomas. Dag. Dag, lieven. Ja, ik word aangevallen door zombies en skeletten. Ja, ik ook. Het is gelijk de rijles. Direct de baan op. Thomas, zijn stem is niet hoorbaar, maar goed, dat is het minst erge van al natuurlijk. Bart, je bent net doodgedaan door een zombie en Thomas ook. Ik zit in een gat in de grond, veilig, Minecraft te spelen. Ik heb terug gerespawned. En ik loop nu op de berg en ik ben een, daar is een varkentje. Dat is hier een gespawn van je welste, jong. Met dat gespawn. Normaal is nu een stem er wel. Oh. En waar zit jij, lieven? Pardon? Waar zit jij? Ik heb een gaatje gegraven in de grond. En daar zit ik naar de hemel te kijken. Ja. Of dat daar dus... Ja, okay. Of dat daar dus vieze beesten verschijnen, hè? Ja. En ik wacht geduldig tot het dag wordt. Ja. En volgens de scheurkalender is dat nog een negental uur. De maan is al goed aan het zakken, dus het gaat duidelijk dag zijn. Ik ga ondertussen al even uitleggen wat we gaan doen. Dus jullie twee zijn zo goed als Minecraft maagden, Bart en Lieve. Dat klopt? Ja, helemaal, ja. Dus ik ga jullie proberen de beginselen van Minecraft te leren. Zodat jullie eigenlijk... de reden vooral waarom dat Minecraft nu wel tof is, is om te vluchten uit deze echte wereld en gewoon... hier te leven, want hier kun je eigenlijk alles doen dat je in de echte wereld ook kan. Dus dat is wel tof om weg te vluchten. Kunnen we naar de cinema in Minecraft? Ja, als je zelf een cinema bouwt, dan... Ja, maar ja. Kun je dagenlang in de zetel liggen en Netflixen. Dat gaat ook in Minecraft. Moeten wij nu meter half afstand houden in Minecraft? Is dat twee blokken of drie blokken? Van zombies is het al goed voor afstand houden, alleszins. Zo spreek je het over covid-patiënten, Thomas, alsjeblieft. Zeg. Ik zie dageraad. Ja, we zijn er bijna. Ik ben een spin tegengekomen, jongens. Toch? Ja, dat is hier allemaal. Oei. Ik heb zo met jullie te doen dat jullie daar zo hard... dat we in type geworpen worden. Ja, inderdaad. Brad Pitt was shot by a skeleton. Bart, zet je dood? Ja, maar ik ben er al terug. Oh god. Oké, dus... Het is een beetje gelijk bij corona. Je kunt eigenlijk onbeperkt aantal levens. Is het nu nog gevaarlijk of is het genoeg dag? Ja, nu beginnen ze allemaal stilletjes aan terug in de... Ik ga nog één keer doodgaan, dat ik met een mooi leven start. En nu ga ik jullie zoeken, hè. Dat kan ik jullie lesgeven. Ah, oké. Ja. Lieve? Ik zie Bart al. Daar is Thomas! Hey! Hallo. Hey. En jullie hebben elkaar al gevonden? Kom naar beneden. Hij moet rechts van u staan. Wij beneden aan de rivier. Ah, oké. Ik kom naar de rivier, ja. Is dat een rivier of een meer? Ah, het is een meer. Ja, maar ik was naar de rivier aan het lopen. We zijn nu al geografische verwarring aan het veroorzaken, nog voordat het gewoon wel begonnen is. Bart, stop met wandelen. Ik ga naar u komen. Lieven, hij volgt mij. Ah. Ik volg jou, ja. Oké. Okay. Ik sta hier helemaal alleen aan een meer. Ah, hier zijn jullie. Hey, Bart. Dag, Thomas. Dag, lieven. Wacht. Ik kan blokken naar u gooien. Ah. Jongens. Dat is gelijk. Jongens. Binnenkort wordt het weer nacht en dan wil ik niet meer in dezelfde situatie als dat net komt. Dus nu moeten jullie even goed luisteren, zodat we ons kunnen voorbereiden op de volgende nacht. Goed? Kan ik Bart slaan? Kan dat? Ja, dat mag, maar dat mag niet. Maar kijk, dus nu ben ik Bart aan het slaan, hè? Ik heb u geslaan! Jullie zijn gelijk met een irritante tweeling. Hoe kan ik jullie uit elkaar halen? Sorry, meester, ik heb u geslaan. Ik wou alleen maar Bart slaan. Nee. Slaan, Bart.
Ik ga even de basisdingen. Dus slaan is inderdaad klikken. Dat is ook iets, bijvoorbeeld als je een boom wil omhakken. Als je daar klikt en ingedrukt houden, moet dat eens proberen, dan kun je daar hout van sprokkelen. Ja, dat is ik heb heel een boom omgehakt. Dat gaat heel traag, omdat dat nu gewoon omdat we dat met ons vuisten aan het doen zijn. Dus de bedoeling is dat we eigenlijk zo snel mogelijk tools maken, zodat we rapper bomen kunnen omhakken, rapper kunnen graven, rapper kunnen stenen mijnen enzovoort. Dus wat je nu mag doen is gewoon als hout, een paar bomen met je vuist. Ik heb al veel hout, nu ga ik steen halen. Nee, steen is nog te vroeg. Dus pakt 5 hout. Ja? Heb je 5 houtjes? Ik denk het wel, ja. Ah, oei. Ja, dat heb ik nog niet. Ik moet een boom zoeken nu natuurlijk. Ja, dus hier is er een boom. Oké. Hier is er een boom. Waar? Dat zijn hier allemaal bomen, ja. Het is verschillende boomsoorten, maar dat is esthetisch vooral belangrijk later als je een mooie huis en zo wil. We willen niet aan dezelfde boom, jongens. Nee, ik ben Bart zijn boom aan het afpakken. Gaat dat? Ja, dat gaat. En daarna, omdat ik meer boom heb, sla ik u. Zie, ik sla u. Lieve, stop met Bart de pest, alstublieft. Maar kan ik iets bouwen met Bart? Met zijn botten? Zijn zijn botten hard genoeg om een pijl van te maken? Ik ga je leren dat je een dertige pijl kan maken zonder dat je mensen... Meester, ik wil in een andere klas. Ik wil in een andere klas zitten. Hij zei dat ik van klas moeten veranderen, Bart. Dus nu... Ja, dat is ook... Ik ben in denk of misschien aan nu zeg, en kun je in Minecraft een steen in een rivier verleggen? Ja, maar er gebeurt niets als je dat doet. Ah, dat zou ik wel heel graag doen, sowieso. Ik ga dat zelfs nu proberen. Jullie hebben nog geen steen. Ik heb gravel. Oké, gravel kun je ook in de rivier... Een gravel in een rivier verleggen. Oké. Okay. Dus je moet ingedrukt houden. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Ah, oké. Okay. Ja. Zeg maar... Ah, dat kan gemakkelijk. Heb je pijlen of wat? Heb je geen pijlen op je, nee. Oké, okay, dus heb je nu hout allebei? Ik denk dat wel, ja. Oké, okay, dus nu moet je op E op je toetsenbord. En dan komt er normaal gezien in een soort rastermenu. Ja? Ja. En daar rechtsboven heb je crafting staan. En daar kun je eigenlijk al... dat is een kleinere vorm van craften. Dus als je daar al je hout instikt, dan zie je rechts planks. Ook planks of een ander soort. Ja. En dan kun je daar, als je shift ingedrukt houdt, worden die allemaal getransformeerd naar planken. En als je daarop klikt, op de uitkomst, zo gezegd. Lukt dat? Ah ja, dus... Dus ik klik op de planken gewoon. Oh, wacht, nu verschijnen er allemaal nummertjes van 3 planken, 5 hout, 10 hout. Ja, 10 hout. Ja. In de crafting. Ik duw op shift en op de oak planks. Ik heb 40 oak planks. Ja, voilà. Dus nu moet je dat nog een keer doen. Nog een keer naar E gaan of in E blijven eigenlijk. En 4 oak planks in je crafting ding steken. Dus dat je een vierkantje hebt. Lukt dat? Nee. En je moet dat dus erin slepen eigenlijk. Je pakt je oak planks. Hou vast. Maar dan staan er direct 40 in. Hij sleept ze, hij smeert ze uit eigenlijk over die 4 vierkantjes. Dus ah ja, ik weet. Dus je pakt de oakplanks vast en dan kunnen we mee bewegen, Bart. Ik weet niet of dat lukt. Ja, en dan klikt het dus in een van die crafting vierkantjes en dan smeert het uit, uw muis ingedrukt te houden, over het allemaal. Zo verdeelden ze eigenlijk erin. Ik heb een crafting table. Ah wel, en dan moet je inderdaad een crafting table bekomen. Waar... Ja, ik heb nu 4 plankjes staan in mijn crafting. Ja, en normaal moet dat pijlke dan een crafting table worden. Nee, help, ik zit in het water, meester, ik zit in het water. Bart, probeer de helft. Dus in elk vakje moet lieven. Meester, ik ben in het water gevallen. Oei, hij zit ver. Oei. Ah nee, hier. Oh nee. Nee, naar boven lieven. Ja, maar hoe? Zwemmen, is dat... Spatie. Ah ja. Oké. Okay. Ja, ik ben aan het springen, maar... Er is hier een grot of zo? Wacht, ik probeer zand weg te graven. Wacht. Ja, ik heb mezelf gered. Oké, ik heb wel maar 2 hartjes niet meer. Ik zal eten zoeken en dan kun je... Hij zit eruit, hè, lief. En Bart, lukt het bij u? Ah wel, dus ik heb voor de veiligheid opnieuw een boom omgekapt. Ja. En dan, als ik op E druk, terug mijn hout versleep naar crafting. Daar heb je planken van gemaakt, ja. Ik ben bloemetjes aan het plukken. Dus nu staan er na het pijltje een planken met een viertje bij. Wat doe ik daar dan? En die moeten dus een plankje in elk vierkantje zetten. Dus dat je eigenlijk een vierkant planken hebt. Snap je? Dus je hebt in de crafting heb je er 4 en je moet er in elk 1 hebben ze. Ja, dus ik sleep dan nu terug naar crafting van achter het pijltje. Nou ja, moet niet rechts...
Dus rechts kunnen niks steken. Dus je hebt het woord crafting, daaronder staan er 4 vierkantjes. Hè? En elk van die vierkantjes moet er een houten plankje zitten. Een plankje of een... Of een... Wacht, ja. Dus ook planks, of het gaat een andere boomsoort zijn bij u, denk ik. Ja. Wacht, oké. Okay, maar ik heb nog meer nodig, want ik heb te weinig. Kan dat? Normaal gezien niet. Normaal gezien heb je mee één al genoeg om te doen wat ik... Je vliegt een bij. Ja, dat zijn hier ook bijen, dat. Mag ik die pakken? Mag ik die slaan? Misschien moet je hem volgen voor holing te zoeken. Dan kun je... Dan kun je... Ah ja, oké. Okay. Dus, Bart... Ah ja, oh. Wacht. Is dat leuk? Ja, nu... Crafting table, oké. Okay. Ja, crafting, die hebben we nodig, ja, oké. Okay. En daar klik ik op? Ja, die klikt op en die, ja. Die heb je dan in uw inventory, zo gezegd. Ah ja, dus die zet ik nu in mijn grid van onder, ergens. Ja, en die moeten dus in echt in uw onderste balk zetten. Dus niet in de bovenste drie, maar in de onderste. Oké, okay, ja. We gaan naar de volgende stap, hè. Hey Thomas, hier is een bij. We gaan even... kan je jullie gewoon uitleggen dat je dus tools moet maken en dan kunnen eigenlijk modellen een beetje vrij spelen. Ja, ik verveel me. Dus je mocht je inventory table op de grond zetten. Dus hoe moet dat? Je hebt dat staan, maar je moet dat in je onderste balk zetten. Dat zit in mijn onderste balk, maar hoe klik ik daar naartoe? En dan scroll je er naartoe. Heb je een muis met een scroller? Ik heb een muis met een scroller, ja. Dus scroll naar de... Ah, ja, ja, ja. En dan doe je, zet de rechter muisklik, zet die... Nee, doe nog eens, lieve. Pak ze eens op. Heb ze... Ah, ik heb... Ik moet, ja, oké. Dus rechter muisklik zetten ze op de... Ja. Oké. Okay. Bart? Ah, nee. Ik ben aan het rechterklikken en ik kan het niet loslaten. Oh. Men, ik kan niet loslaten. Bart, laat het los, Bart. Nee, ik laat kan het los. Kijk, Thomas is dat gewoon aan het craften en nu gaat hij dat gooien naar u, denk ik. Gewoon één keer klikken, Bart. Dat werkt niet. Ah ja, jawel. Nee. Rechtermuis, en geen linker, hè? Ja, ja, rechter. Ja, ja, nee. Ik hou en, dat blij dat vast. En op de grond, hè? Op de grond te mikken. Ja. Ah, zo, ja, ja. Ja, je moet altijd kijken waar dat je een blok zet, eigenlijk. Okay, maar dus ik, denk dat je eerst, een rechter muisknop moet craften. Dat is met tulpen en klimop. Dus nu hebben jullie allemaal een crafting table, dus nu kunnen daar op rechter muisklik doen en heb je een grotere craftingbank. Nu zie je 3x3 vakjes. Ah ja, absoluut. Dus nu mogen we weer je houten planken pakken en er 2 boven elkaar zetten. Dus 2 boven elkaar en dan moet je normaal gezien stick zien in je uitkomst. Wacht hoor, gewoon 2... Dus 2 plankjes boven elkaar, gelijk waar in uw crafting table, dus 2 van de 9 vakjes opgebruiken boven elkaar. En dus 2 keer een plankje boven elkaar zetten. En in elk plankje gewoon eentje, hè? Ja, of mag meer zijn, dan kunnen meer sticks maken. We gaan er straks meer nodig hebben, maar 1 is voldoende, 1 is minste. Ik heb nu al 4 stokken, en dan shift en daarop duwen. Als je shift doet, pakt hij ze allemaal direct. En anders kun je op klikken. Bart, lukt dat bij je? 8 stokken. Nee, ik ben totaal niet mee, wacht hoor. Dus ik heb nu 4 plankjes. Ja. Kan ik Bart slaan met de stok? Wat ga je... Kan maar dan? Lief, je moet... Laat hem even. Pardon. Thomas, dit is echt gelijk in de nif terug. Dit is echt gelijk in de nif. Ik was druk bezig mijn diploma te halen en Lieven deed niks anders dan mij slaan. Kijk, en nee, Thomas heeft een zwaard, help! De zon is aan het ondergaan. Lief, Bart, zit hij... Lukt het mee voor een stok te maken, of niet? Ik zit nu in crafting weer. Ja, dus en dan 2 plankjes boven elkaar doen. Dus je hebt wat net hout van de boom. Dan hebben we planken van dat hout gemaakt. En nu moet je van die planken een stok maken door 2 planken boven elkaar te zetten in de crafting table. Oké, wacht, maar hoe haal ik die uit elkaar? Rechte muisklik, kun je zo selecties mee doen. Ah, oké, ja. Oké, 2 plankjes boven elkaar. Wacht hoor. Ja, maar kijk, en wat geeft dat? Dat geeft niks. Heb je een stok normaal gezien? Nee. Ik heb 2 ook buttons boven elkaar. Dus Bart, zie je dit? Dus zo, dat moet je proberen bekomen. Maar in het crafting dingetje, dat zijn er toch maar 4. Ja. Wat bedoel je? Nee, je moet in je werk, in je dingen zitten, hè. In die crafting table die we net gebouwd hebben. Oh, door nacht. Jongens, ik ga rap. Oh, jongen. Ik ga een put graven gewoon, oké? Ik ga... Eerst ga ik bad slaan met een stok en dan ga ik een put graven.
Oh, ik ben gedood door Bart! Nee. Lieve, kunnen jij de weg nog terugvinden naar Bart? Hier, Bart, ik ga, als er monsters komen, ga ik niet een putter die ik gegraven heb voor u. Zie je het? Ik ga een bed gaan zoeken, zodat we kunnen... Ik ga rap... Ik voel me zo machteloos. Ik zie een octopus, denk ik. Ah nee, wacht. We kunnen onder de grond verder doen als we even graven, dus... Ik heb een octopus. Meester, ik ben braaf aan het meegraven, hè. Ja, Bart, hij is braaf. Ja. Behalve dat je iemand vermoord hebt, maar... Kan je een abel is dat hier, jong? Ik ben een octopus aan het vangen. Lieve, gerkte er terug. Hier zijn we. Zibiet komt er op monsters en is het weer... Ik denk dat de octopus mij pijn gedaan heeft. Kan dat? Dus wat we nu... Ik ga even een paar lessen vooruit gaan. Wat we nu moeten doen is hier in de aarde... kool zoeken, zodat ik fakkels kan maken. Zodat we hier onder de grond even kunnen verder leven terwijl het de nacht bezig is. Kool. Daar komt er niet mee af. Ik had gedacht dat de toolmaking sneller ging gaan dan dat ik... Ja, maar dat kon niet, want we moesten elkaar nog pijn doen. Ik gebruik mijn beproefde tactiek van put in de grond. Voilà, Thomas, dat is... Goed dat ik die put hier zo groot mogelijk maak, of niet? Nee, dat is niet nergens voor nodig. Allee, wel, we mogen wel dieper gaan, van hoe dieper, hoe meer kans op kool. Ik zit nu in een put met een creeper bij mij. Dan ga je daar niet lang in zitten. Ik heb die wel doodgekregen. Ah. Okay. Ja. Ik heb nu de medaille Monster Hunter. Zo werd mij verteld door het systeem. Dat is flink, lief. En dan wil ik niet meer zeggen, Bart, dat hij niet flink zei, hè. Wat lief? Ah ja, nee. Maar ik neem daar geen aanstoot aan. Ah, maar ja. Want anders is het weer... Ik vind het gemakkelijker dat iemand complimenten geeft aan iemand anders dan zelf een compliment te absorberen. Dus ik vind dat... Als je liever nog meer... Dat zou handig zijn. Ik heb nu zelfs rot vlees in mijn repertorium. Ah, wel, je mocht dat bijhouden, maar je mocht dat niet van één. Dat is eigenlijk iets dat we aan honden geven als we ooit... Allee, ik weet sowieso dat we nooit aan honden gaan komen. Allee. Het lijkt echt heel hard op het echte leven, eigenlijk. Hè? Ik vind hier nergens steenkool. Oh, hoe is dat hier? Ah, hier, oké. Nee, toch niet. Steenkool, Thomas, zijn dat van die zwevende, draaiende blokjes? Nee, dat zijn de zwevende zijn die je los hebt gekapt, zo gezegd. En die kunnen dan opraven. Ja. En steenkool, zit dat diep onder de grond? Wel, dat zit soms aan de oppervlakte zelf, maar hoe dieper, hoe meer kans op een manier, zo. Normaal en hoe ziet dat eruit? Dat is dus... Grijs steen, zie je, en dan zwarte vlekken daarin. Ah. Kan ik mijn modder iets maken? Klei? Heb je klei gevonden? Of... Dirt. Dirt? Dat weet je niet direct wat je daarmee kan doen. Alleen maar dirt en rotten flesh, dat is alles wat ik heb. En zit er nu in die put? In mijn put. Ik ben nu er even uit om te kijken of er monsters zijn en of ik hout kan halen ergens. Van zodra we fakkels hebben, kunnen we verder doen met de lessen, maar... Dus Bart, bij jou is dat gelukt om sticks te maken uiteindelijk, of niet? Nee, wacht. Probeerde hij dan ondertussen maar... Maar ja, dus ik ga... Maar ik moet dan terug naar E, hè? Naar mijn inventory, zo gezegd, hè? Of niet? Nee, je moet op dus... E-druk. Nee, dat moet niet. Dat moet enkel als je naar je inventory... Dus hier, Bart, kijk je naar mij? Hier staat een crafting table en dus daar rechter muisklik op doen. Wacht, hè. Ah ja, dit hier. Ja. Dus je kijkt ernaar rechter muisklik. En dan daar in die 9 vakjes, 2 plankjes boven elkaar, like hier, dat ik op de webcam... Ah! Ja. En dan worden sticks normaal gezien. Twee... Plankjes. Boven elkaar. Ook planks, oké. Wacht. Oei. Thomas? Ja, lieve? Zouden we normaal verder gezeten hebben als ik Bart minder geslaan had? Kijk, dat zijn vijgen aan paas, lieve. Oké. Maar ik kan er misschien wel uit leren voor de toekomst? Wel, het is misschien sowieso gewoon Bart zo weinig mogelijk te slaan. Oké. Bart? Ja? Sorry dat ik jou geslaan heb.
Nee, dat is niet erg, lieve. Maar je had ook een beetje uitgedaagd wel, hè, niet? Nee, ik heb niet uitgedaagd. Nee, maar door zo'n vierkant te staan zijn, vlak bij mij, dat ik dacht van, ik kan die eigenlijk toch wel straffeloos slaan nu, of zo. Nee? Dat was wel waar, hè, Bart. Ja, maar ja. Ik ben hier nu dus midden in de nacht hout aan het hakken. Oh, fuck, de creeper! Oh, kak, ik was op lot aan het uitdagen, ik wist het, hè. Thomas, ik heb misschien iets te hard mijn best gedaan. Ik heb 20 stokken nu. Dat is... Ga nooit te veel stokken hebben in Minecraft. Okay. Dus wat je nu kan doen, is met die stokken... Ah, nee, hij is het dood. Ja, ik ben dood, ja. Ja, ik had superveel hout en nu ben ik dood. Kan ik de les laten verder gaan? Nachts? Ik ga gewoon al een paar dingen tegen Bart zeggen. Dus met... Ja. Ik ga luisteren, hè. Je hebt eigenlijk tools in verschillende sterktes. Het zwakste is houten tools, dan heb je stenen tools, dan heb je ijzeren tools, en dan heb je diamanten tools. Je hebt nog een paar andere ook, maar die doen er niet toe. Dus je eerste tools dat je maakt zijn houten tools. Dan moet je eigenlijk... Je hebt altijd sticks nodig, voor welke tools dan ook. En voor houten tools heb je sticks plus houten planken nodig. Dus wat je dan moet doen, is naar die crafting table kijken, Bart. En je hebt verschillende combinaties. Je hebt bijvoorbeeld twee stokjes boven elkaar, met daarboven een plankje. En dat is een schop. Oké. Okay. Wacht, ik zal even ook tekenen. Op een blaadje, dat jullie weten wat ik bedoel. Ja. Ah, ja. Dus wat ik nu toon, dat is een schop. Ja, oké. Okay. Twee stokken en wat is dat bovenste? Een houten plank. Een houten plank, oké. Als je bijvoorbeeld steen hebt, kun je daar ook steen voor pakken voor die, in plaats van die plank. Dat is al sterker. En als je ijzer hebt, kun je ijzer pakken. En als je diamant hebt, kun je diamant pakken. Dat is al... Okay. Ah ja, dus oké, okay, dan ga ik dat doen. Dus... Oké. Okay. Twee stokjes in erboven. Ja, oké. Okay. Maar hoe wordt dat nu een schop? Moet ik op die pijl klikken? Dus, nee, je zet die dus boven elkaar en dan zie je rechts normaal zien een schop. Nee. Dan heb je iets misgedaan. Wat staat er boven elkaar? Dus je hebt twee stokken Twee stokken en een iron ore. Nee, je hebt geen iron ore, dat kan niet. Ik heb dat, zeg. Is het een X-ore of een gewone ore? Maar van waar heb jij nu iron ore? Ah nee, iron ore, sorry. Bart, dat is iron ore, moet je dus nog naar ijzer... omsmeden. Dus dat is nog te vroeg. Je moet daar eerst mee hout of mee steen. Dat is te vroeg, Bart. Ik wil te snel gaan, hè. Dat is altijd bij mij zo. Bart, dat is te vroeg. Ik ben weer te vroeg, ja. Dat test je eerst op muizen. Dus test ook eerst een keer gewoon op twee plankjes en hout, of dat lukt om te maken. Ja, wel, ik heb nu wel een stenen schub kunnen maken. Stone shovel. Ja, dat is ook goed. Heb je al een schop, bijvoorbeeld. Dat is al goed. Een zwaard is, lijkt daarop. Dat is... Een stokje en twee plankjes erboven. Dus dat is... Wacht. Jee? Dat is hier wat ik nu juist hier toon. Een stokje en twee plankjes. Ja. En dat is een zwaard. En die twee blokjes kunnen dan weer vervangen door stenen blokjes, uiteraard. En dan wordt dat een stenen zwaard. Ah, lap. Nee, ik denk dat ik niet goed weet wat een plankje is. Ja. Bart. Ben ik nu alles kwijt, Thomas? Ik heb het opgeraapt voor u. Dus als je terugkomt naar de klas, dan ga ik het aan u teruggeven. Hey, Thomas, maar... ik ben de klas kwijt. Ik wil de zonsopgang zien. Maar ik zal jullie komen halen, Sefus. Er is mij iets aan het achtervolgen, maar ik weet niet waar. Hier, Bart Pitt. Hey, dag lieve. Ik ga u niet slaan, Bart, want dat brengt slecht geluk. Kunnen jullie de weg terugvinden? Dat is veel gevraagd, hè. Wacht, hè. Hier zit iets in het water. Oh, dat is een octopus. Oeh, zeg. En een octopus kun je inkt maken, maar dat is te vroeg, denk ik. En daar is er zoiets rood dat heen en weer wappert. Ik ben een hoge toren aan het maken, zodat jullie mij misschien kunnen zien van ver, zodat jullie de weg terugvinden. Ah, dat vind ik wel goed, Thomas. Het is terug, dag. Oh. De grootste toren willen... Iemand? Ik ben aan het zoeken. We zijn aan het meer. Dus dan moet je het meer volgen tot aan het moeras. Maar ik zie jullie niet. Maar ik ga naar een hoger punt. Mag ik kippen dood doen? Ja, dat is zeker goed. Dan heb je eten.
Dota, maar aangezien dat jullie bij kippen zitten, zijn jullie wel ver weg van de klas, denk ik. Ik denk dat jullie in de verkeerde richting aan het gaan zijn. Ja, maar wij hebben kippen en jij niet. Kom hier, kip. Ik ben bloemen aan het afslaan dat het niet meer schoon is. Maar die hebben er niet van terug, die bloemen. Hè. En ik mag niet in het water, waarschijnlijk. Jawel, om diep water... Je kunt ook zwemmen, eigenlijk. Maar als je niet kunt zwemmen, dan verdrinkt. Ik heb gewoon kippenvlees. Kippenvlees is goed, maar niet opeten, want dat is rauw. Dus we moeten dat nog bakken, zelfs. Maar we hebben dus nog geen kool. Het is echt gelijk het echte leven, hè. Het is ongelooflijk. Oké, ik ga jullie zoeken, hè. Zijn jullie bij water? Ik heb een schaap doodgedaan. Ah, dat is ook goed. Dat is heel goed. Blijf bij die schaap, want die hebben we nodig. Oké. Kunnen jullie een of ander herkenningspunt zeggen dat jullie vinden? Ik zit in een bos. Heel veel bomen hier. Ik ben bij de bomen die we daar straks kapot gemaakt hebben. Weet je, lieve zijn, Bart, of niet? Nee. Ik ben de groep volledig kwijt. En mijn sandwiches zijn op. Heb je WKW nog? Ja, die heb ik nog. Man, ik ben hier zo weer schapen aan het dooddoen. Het volgende van de barak. Gaan iets anders doen? Kunnen we een keer op F3 drukken? F3? Zijn we nu aan het zeuren? Dat is niet zeuren. Maar, nee, dat werkt niet op mijn laptop. Hè. Help, het ligt terug in het water. Oké. Ik sta nu aan het water in het bos. Wacht, hè. Hoe druk je op F3 in een MacBook? Ja. FN en dan F3. Oh, lamp. Oh, nee. Kom maar, je kunt gewoon terugkomen, Bart. Dat is niet erg. Ja, oké, daar ben ik. Oh, dus F3. Nee, dat gaat niet. Oké, dat is niet erg. Ik heb op F3 geduwd. Zie je allemaal cijfers of niet? Ik zie heel veel cijfers nu, ja. Oké, wat is uw... Je moet ergens X, Y, Z zien staan. X, Y, Z. Ja. En dan de coördinaten. Wat zijn die? Bij mij min 100, tot op 3 digits na komen? Nee, ruim is goed. Dus min 198. Ja. 70. Ja. 209. Ja, en lieve? Min 183, 70, 114. Oké, blijf op waar jullie zijn en ik kom naar jullie. Hè. Ja, maar naar ons alle twee? Of, Ja, ik ga eerst Bart gaan halen en dan komen we samen naar u. Oké. Ik ben bang. Ik zie wel heel veel coördinaten nu, dat is wel tof. Het is een beetje Terminator View met al die lettertjes en zo. Hij mocht afsluiten, zoals dat stort niet. Nee, ik zit in Terminator View, dat is super cool. Oh, shit. Ik had natuurlijk moeten blijven staan. Ik ben iets verpaasd van de locatie. Een beetje maar, Thomas. Ik ben niet ver weg. Oh, een bijtje. Wacht, ik ga proberen mijn lamp aan te steken. Oké, Google. Turn the lights on. Ah, dat is goed. Amai. En wie zegt dat nu iemand in je huis dat gewoon niet gedaan heeft? En dat dat een soort toneeltje was dat je nu... Ik had dat wel op voorhand afgesproken, ja. Dat is wel waar. Zijn vrouw heet Google. Ik excuseer me tegen alle mensen die nu bij hun thuis de lampen naar gaan zijn, natuurlijk. Oké, Google. Zeg maar, in het water liggen hier zo rode bootjes, of zijn dat vissen? Vissen. Vissen. Een zalmke. Oké, ik heb ondertussen wel houtskool gevonden. Kunnen die vangen vanaf de zijkant, die vissen? Je moet een vislijn maken. Daar heb je touw voor nodig. En een stick. En touw moet je via spin bemachten, als je spin doet. Ik heb vederen, rauwe kip en rauw schaap. En wol heb ik ook. Ah, wol is heel belangrijk, dat moet je bewaren, maar dan moeten we een bed van maken en dan kunnen we slapen straks. Ik kan daar geen touw van maken van dat wol. Nee, dat denk ik niet. Oké. Okay. Maar probeer eens, lieven, een diagonaal in je crafting table, een diagonaal van gewoon houten sticks. Misschien wordt dat wel een vislijn.
Oké, okay, maar dan moet ik eerst een crafting table maken. Ja, dat waren 4 houten planken. Oké, okay. En moet ik naar jullie komen met die coördinaten of maakt dat niet uit? Als hij in de buurt van schapen zit, is het wel goed dat wij naar u komen. Ah ja, oké, okay. Dan zit ik sta in een zeer vruchtbare boomgaard met bloemetjes en kippen en schapen ja, en vissen. Ik ga ze allemaal om eerst Bart nog even vinden. Dat is min 180, 69. Ik heb het koud en ik moet pipi doen. Ja, wel ja. Dat had er vroeger aan moeten denken, hè? Bart, 198. Ja, moet ik nog eens nieuwe kort niet? Ja, misschien wel. Dus min 207. Oké. Okay. 70. Ja. 206. En gaat je nu met een kompas naar hier komen of kun je teleporten? Nee, ik ben aan het wandelen aan de hand van mijn coördinaat naar de... Ah, ja, ja, ja. Ik heb een crafting table gemaakt en mijn kotteken is nog altijd maar 2x2. Je moet recht de muis klikken op de crafting table. Dus nu in uw inventory gaan, maar de crafting table gebruiken. Ah, je ziet het. Ja, ja, ja. En dan moest ik een diagonaal maken met... Houten sticks. Dus van linksboven naar rechts onder of zo, bijvoorbeeld. Ja, ja, er gebeurt iets. Wacht eens. Wel, ik denk dat er nog iets van nodig is. Ik denk dat je 2 touwtjes nodig hebt. Ah, Bart, ik ben bij u, denk ik. Nee, ik ben bij u, lieve. Amai. Ja, ja, hallo, dag meester. Hij blijft hier, ik kom direct naar u. Maar dan ga je niet mee? Ja, oké, okay, kom maar mee. Ik mag mee met de meester, dan kan ik hem slaan met een stok. De meester is kip aan het dood doen. Oké. Heb jij een zwaardje? Ja, ik heb een zwaardje. Ah, hier, schapen is ook nog. Kunnen we straks een bed maken? Hoe heb je een zwaardje gemaakt, meester? Ik ga dat straks uitleggen als we er allemaal samen zijn. Maar ik ben ongeduldig. Bart. Bart, 209. Ik denk dat we in de buurt zijn, Bart. Ja. Zeg nou eens de coördinaat. Lopen wij ook naderen? Wacht even. Dus min 207, 70 of 69 en 208 ondertussen. Min 207? Ja. Hè? Blijf ik eens staan, ja. Bart? Ik blijf staan. Ik zal gewoon een beetje rondkijken. Ik zie jullie lopen. Oké, kom naar ons, want ik heb jullie gezien. Ja, ja, oké, okay, ik ga naar jullie komen. Oeh, maar ja, Ravijn. Ah, hier onze graafput. Ik zie u de NX. Ah, nee. Dag meester! De klas is terug samen. Ik ga dus nog een keer uitleggen. Hier, dus kijk een keer naar de camera. Dat is dus een schop. Ja, oké. Okay. Ja, twee stokjes okay. En een blokje erboven. En een zwaard is het omgekeerde eigenlijk. 1 stokje en 2 blokjes erboven. En die blokjes die zijn en die blokjes hout, die zijn hout dat kan steen? Allebei. Dus steen is beter dan hout. Dus probeer maar met steen te maken. Ik heb een bloem vast. Wat is. Ik heb geen stokjes meer. Opnieuw hout. Ja. Hoeveel heb je daar nu weer voor nodig? Twee planken. Twee planken, hè. Is twee planken een stokje? Ja, twee planken, ja. 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 Oké. Kan je ondertussen snel een huisje maken? Ah ja, oké. Voilà. Hout. Zeg, maar dat is hier terug nacht. Zeg, maar dat is hier terug nacht al. Ja, ik een huis ga proberen maken. Een glief. Dus een hobby craft. Dus een hobby crafting tables. Oké.
Mag ik een zwaard? Mag ik een zwaard? Dus een stokje en dan twee stenen erboven. Stenen, ah, ja. Nee, dat heb ik niet. Stenen, ah, ja. Nee, dat heb ik niet. Ik heb alleen maar plank. Ik heb alleen maar plank. Maar plank is ook goed. Dan hebben we Ik heb wel al een schop. Ik heb wel al een schop. Zeg, en als ik een schop heb, zeg, en als ik een schop heb, ik hoe equipeer ik die dan? Dan zetten die in uw onderste balk. Ja. Ja. Ah. En dan is het, dan is het in orde. En dan is het, dan is het in orde. Zo. Ik ga steen zoeken. Ik ga steen zoeken. Ah, waar is steen? Diep onder de grond waarschijnlijk. Heb jij wol in uw inventory? Ja. Ja. Ik ga mij heen. Oké. Oké. Oh, amai, zegt Thomas. Oh, amai, zegt Thomas. Wow. Zo mooi. Nee, A, wow. A, hoi. A is losla. Ja. Heeft nog maar. Dank u. Dus, ik ga... Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat heel mooi. Minimalistisch design. Dat minimalistisch design, zo. Zeg, moeten wij geen meter en half van elkaar, blijven hier? Want dat is echt heel krap. Dat is hier de perfecte wereld, hè. Ik zat... Bart, ik denk dat je mij net gemeld hebt. Ik zit in je hoofd. Ik zit in je hoofd. Ja, wauw zeg. Wilt een keer iemand in dat bedje liggen? Liefje, wil hij een keer slapen? Echt dat is zo lang geleden dat je mij dat gevraagd hebt. Hoe doe ik dat? Ja, Bart, en wij gaan even het spel. Hoe? Oké, okay. Ja, dat is goed. Oké, okay. Ja. Wacht, okay. Ja. En ik mag gewoon slapen. En ik mag gewoon slapen nu, of wat? Wat een droom, zeg. Wat een droom, zeg. Dus disconnect. Oké, okay, voilà. Nu ben ik uit het bedje, precies. Dat dag is geworden. Mag ik het huisje openmaken? Mag ik het huisje openmaken dan? Ik ga terug in het spel gaan. Er is echo, hoor ik. Maar dus dat is omdat hier geen gordijnen hangen, hè, Thomas? Dat hier echoot in dat kot? Oei, ik ben terug naar buiten, maar dat mag, hè? Hey Bart. Hey. Dag, lieve. Ik ga steen zoeken. Wacht, laat eens weten of de echo weg is, hè. Ik heb dat pas laat gezien dat mensen aan het zeggen dat er echo is. Er is geen echo. Ah, er is geen echo. Nee, ik snap het niet, waarom ze het zeggen. Echo is weg, staat er nu. Lieven, zal ik komen helpen? Ik ben een put aan het graven, maar ik weet niet waar ik aan het minen ben. Is dat steen dat ik aan het minen ben? Wacht, liever... ja, dat is steen nu. Maar wacht, kom, ik ga jullie tonen dat je, hoe dat je dat beter kan doen. Want nu zijn je met een schop steen aan het maken. We doen het weer niet goed. We zijn bijna door de basisles van tools. Dus nu kunnen we naar... Heel... Er is nog een tool, namelijk de pickhawel. En dat is een stok. Twee stokken boven elkaar. En dan dus eigenlijk moet je een T voor maken. En dus de opstaande zijn twee stokken. En de bovenste drie zijn houten planken of stenen. Dus hoe dat ik het nu toon... Stenen, hè, de bovenste? Stenen, hè, de bovenste? Ah, maar dat heb ik nog niet. Er is er een kist. Wacht, ze. Ja. 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 Ik ga in die kist steen steken. Dan kun je daar uitpakken. Ik zie het. Ah, dank u. Dus je kunt rechtstreeks op de kist en dan kun je daar steen uitpakken. Ja. Oh, amai, en nog een beetje zeg. Mag ik dat allemaal hebben? Ik voel me nu zo... Die leerling waarvan de leerkracht heeft, komt, zal ik het eerste deel van de oefening wel invullen. Ik heb een houten pikhouweel nu. Ja, dat is al iets. En daar kun je steen mee... Dus nu mag ik terug in mijn put, hè? Ik kruip terug in uw put, schijven. In oude put. Oké. Zeg maar, Thomas... Nu gaat dat veel steller, die stenen minen. Ja, dat klopt. En jij zegt een keer niets. Dat ik gewoon heel hol ben. Inhoudelijk hol, Aura? Of? wacht, wat kan eens even keer luisteren naar de stream of er echt geweest of niet? Dat
inhoudelijk hol, Aura? Of... Ah, ik hoor geen... ik hoor geen echo. Oké, wacht ze. Ik dacht, goh, die nog wel een gank met die pico wel. Bart, hij is gewoon aan het graven? Ja. Oké, dat is goed. Ik heb een stenen pico-wiel. Ja, dat is goed. En binnenkort... En ik heb ook diorite. Wat, dat is brol. Dat zijn gewoon wat steen... Oké. En wheat seeds. Daar kunnen we zelfs, als we ooit een broederij of zo hebben gebouwd, kunnen daar velden mee zijn. Zodat we... Als we ooit een boerderij hebben. Ik kan nog wel bloemetjes plukken. Ik vind dat een educatief slecht systeem, want als Lieven een advancement maakt, komt dat op mijn scherm. Ik vind dat niet motiverend. Resultaten zouden geanonimiseerd moeten zijn, vind ik, in zo'n leeromgeving. Een dubbelblinde test. Het arrangeert niet om ook die advancements te maken, Bart. Meester, nee. Ik heb een vuur ontdekt. Ja, ik heb er een kachel gebouwd en ik ben er... Ja, dat kun je nu wel zeggen. Ik heb dat gevonden. Ik ben er vlees wat maken voor jullie, dus ik ga u vlees geven. Want dus, dat heb ik nog niet gezegd. Je ziet van onder uw hartjes, dat is uw leven. En aan rechts heb je kippenbootjes en dat is uw honger. Oké. Dus, lief, ik ga u een steek geven. Oei. Ja, Evan? Of heeft Bart hem gepakt? En dan kunt u... Dat zou wel eens kunnen. Dat zou wel eens kunnen dat ik een steek afgepakt heb van iemand. Je moet die in uw onderste balk zetten en dan naartoe scrollen en dan kunnen die opeten. Okay. En dan wordt die honger hersteld. Maar ik Bart, ik ga je dus ook een steek geven. En hoe weet ik die ook, maar welke toets? Rechtermuisklik. Hoe krijg ik die van jou? Ik heb die aan u gegeven, normaal gezien. Ah ja, ik heb hem, ja. En maar rechtermuisklik, dan krijg ik mijn inventory. Nee, maar niet op een gewoon op het gras. Dus naar gewoon naar het gras kijken. Ja. Ah, ik ben die aan het opeten. Ik heb die opgegeten. Hoe gedaan. Zeg, maar ik heb zo'n lamsvlees en kippenvlees. Kan ik dat bakken op uw vuur? Ja. Dus ik ga met de rechtermuisknop klikken op uw vuur, hè? Ja, en dan van onder zitten dus kooltjes om het vuur in hang te steken. En van boven moet je dat ding supplen. Mag ik ook nog iets gaan zoeken om te eten? Ja, zeker. Maar ik mag waarschijnlijk niet te ver van de groep... Mag ik u anders lamsvlees geven, Bart? Ah, ja? Ik zou echt vereerd zijn als ik u dat kon geven. Dus ik ben nu lamsvlees aan het bakken. Het pijlijke wordt langzaam wit. Ik heb nu cooked mutton. Waar zijt je? Daar zijt jij, Bart. Ik moet dat aanpakken, niet? Nee. Daar, het ligt naast u. Ja, voilà. Het is... Ik heb het terug zelf. Wacht, hè. Ik ga ondertussen ook nog een laatste ding doen. Dat is een bijl. Wacht, sorry, ik zie mezelf niet. Dat is een bijl. Deze vorm, zie je dat? Dus twee stokjes en dan de hoek van steen. Ja. Ja. En daarmee kun je heel gemakkelijk hout, dus bomen, omkappen. Wat? Er ligt een stuk lamsvlees achter u. Lieven, normaal weet ik dat als er vlees achter mij ligt. Ah ja, nee, het is wel gelijk. Dat heb ik voor jou gedaan. Dank je wel. Nu moet je daar naartoe scrollen en dan de rechtermuisknop, terwijl dat je niet naar een crafting table kijkt. Zo heb ik het geleerd van de meester. Wel, ik heb dat nu vast, maar er gebeurt niks als ik... Ah nee, maar Lieven, ik heb geen honger. Ah ja, dat moet je niet eten, hè, Bart. Uw vlees is vol. Mijn vlees is vol. Dat is iets wat je altijd vergeet, hè, Bart. Als uw vlees vol is. Meester, het vuur is uit. Ja, dat wil zeggen dat we zijn niks aan het koken niet meer. Hè? We hebben geen honger. Nee. Wacht, ik heb wel steen nodig. De steen zit in die kist. Of tezij dat Bart alle steen heeft genomen. Ja, maar ik ga zelf, dus als ik ga zelf een beetje minen. Krijg je dat er terug? Ja, als je bijvoorbeeld uit de kist niet alles wil pakken, maar de helft, dan moet je rechte muisklik klikken. En dan pak je de helft van een hoop. In plaats van waarom zou je dat nu doen? Omdat delen belangrijk is, dat is de volgende les, lieve, maar ik ga het nu al even zeggen. Oké, juffrouw Christian van de derde kleuterklas. Ik heb een bijenhuis kapot gemaakt, ik voel me slecht. Ik dacht dat ik de honing uit ging krijgen. En vallen ze dan aan, of niet? Nee, ze zijn er niet. Hopelijk vallen ze mij niet op. Laat, ik hoor ze wel. Ik ben nu heel paranoïde. Ik heb steen gemind. Ja, oppassen, want er zijn 160.000 bijen verdwenen vorige week.
ergens bij een of andere imker. Is dat echt? Ja, dat is echt waar. Gewoon weg. Ik ga proberen een bijl maken, Thomas. Ja, ik ga dat ook doen. Ik ga proberen u trots te maken. Meer. Eigenlijk... eigenlijk is bijna alle basis... Allee, niet, er is nog heel veel dat ik jullie moet leren, natuurlijk. Oeh, dat weten we, dat weten we. Er is nog zoveel wat we moeten leren van jou. maar in principe kunnen nu al... overleven, laat het zo zijn, als je zwaard hebt. dat zei juffrouw Christian ook na het derde kleuterklasje. Ik ga jullie nog zoveel leren, maar in principe kunnen jullie nu al overleven, kinderen. Voilà, de dagen van de week. In principe kunnen jullie overleven. De dagen van de week en hier is een elektrische taser. Wat ik nu voorstel... Sorry, ik heb een bijl. Is goed, Tosses. Oh. Waar ben je, meester? Daar. Ja, amai, dat is flink. Dank u, meester. Ik ben flink, Bart. Ik ben flink. Ja, ja, ja. Ik kwam hier juist op mijn scherm. New achievement. Lieven is flink. Ik stel voor dat we hieruit aan het bos gaan. Het is een gevaarlijk bos. En dat we een mooie plek zoeken om eigenlijk een dorp te stichten of zo. Laten we dan onze vuur en onze crafting table en ons huisje achter. Ja, we breken dat allemaal af en we nemen het mee. Dus ik mag de crafting table afbreken. Ja, en als je brol hebt in je inventory dat je denkt, dat heb ik niet nodig. Ja? Dan moet je dat in de kist steken en die kist laten we hier. Hoe doe ik dat? Dus direct op de rechte muis op de en dan sleept je de dingen van je inventory naar... dingen die je daar mag insteken zijn graniet, gravel, bloemen. Dat hebben we voorlopig allemaal niet nodig. Maar... En als ik wegloop, dan zit dat niet meer in mijn inventory of zo. Je moet dus als je rechte mesje op de kist doet, en je van onder je inventory en van boven de kist. En dan moet je de dingen slepen van... Maar wacht, als wij hier nu weglopen, verdwijnt dat dan uit mijn inventory? Dat staat in de kist, als je het in de kist steekt. Oh ja, okay. Maar dat blijft in de kist voor de rest van het spel. Bart, wil je dat bedje terug zijn? We gaan slapen. Oh, oei. Ah, oké. Okay. En dan gaan we vertrekken bij het eerste zonnelicht. Ja. Bij dageraad. Ja. Kan er iemand een wekker maken? Wacht, hè, dat bed terugzetten. Ik mag het huisje in, hè? Ja, voilà. Ja, je moet dat bed, Bart... In de onderste rij zetten. En, ja, wacht, en dan, heeft iedereen zijn slaapzak mee? Eén iemand gaat maar slapen, lieve. Wij gaan weer uit spel gaan. Oké, dan. Ja, dus dat bed. En dan... je moet zorgen dat er twee vakken vrij zijn, Bart. Ah ja, ja, ja. Dus een beetje naar achteraan misschien. En dan, dus waar hij staat, moet er voor u nog twee vakken zijn. Ja, dat is zo. En dan op het dichtste vak, dichtst bij u, het bed zetten. Ja, dat probeer ik. Ah, daar staat het. Ja, voilà. Dus slaap maar. En dan, Lieven en ik moeten even het spel gaan. Hoe moeten we dat doen? Dus escape, en dan disconnect. En dan terug connect. Lieven, ik wil dus niks zeggen, maar ik heb een advancement gemaakt. Ik slaap. Dat heb ik vorige nacht al gedaan, Bart. Ja, en dan? Is het al dag terug, Bart? Ja. Oké, okay, ja. Dan moeten we terug in het spel gaan, Lieven. Oei, server is vol. Hoe kan dat nu? Is het kapot nu, Thomas? Zit hij in het spel, Lieven? Nee, server is vol. Heeft Bart nu die server gevuld volledig op zichzelf? Bart. Dan loopt hij vol met meisjes. Wacht eens. Waar zijn jullie, zeg? Ik ben er terug. Hier zijn een hoop. Hey, Bart. Hey, dag, lieven. Bart Thomas is hier nog niet. Wacht, ja, maar er zit iemand in het spel. Oeh. Ah, er is iemand anders in het spel aan. Oké. Okay. Er zijn meerdere mensen. Atje. Ja. Maar Lieven en hij zit erin, hè, toch? Ja, ja, wij zitten erin, ja. Oké. Okay. Nou, lees, hè. Je draait 5 minuten nu weer terug. Ik heb die server niet beveiligd, of wat? Nee. Ik dacht, we gaan er maar met 3 in, dus dat is genoeg. Om dat te beveiligen.
Maar we moeten er altijd weer uit, natuurlijk. Server is gestreamd, staat er. Ah, wel, we moeten nou, ja, ik weet het, omdat ik net dat ding heb getoond. Maar... wacht, sir. Were the tilt left the game? Ja. Ai, ai, ai. Lars the Famous joined the game. Wat is uw naam eigenlijk, Thomas? Gewoon Thomas Huijen, denk ik. En die zegt nu goeiedag, Lars the Famous. Wat moeten we zeggen? Ga weg, want Thomas moet komen. Ja, wilde dat vriendelijk vragen misschien. Ah, Lars left the game nu. Dus hij zegt nu moet het joinen. Maar nu is Guus Geko joined the game. Wacht, ik ga kijken of ik dat kan beveiligen in die server. Van, Zou het kunnen dat wij nu eigenlijk een beetje gehackt worden? Ik denk het ook. Kunnen wij aan die instellingen nu dat we erin zijn, of niet? Ik denk liever, maar misschien moeten wij ondertussen een burcht bouwen of zo, hè? Ja, wij moesten uit het bos van de meester. Ah ja, wacht, ik volg u. Oh, waar zit jij? Ja, nu zijn we elkaar kwijt. Want die... Ja, nee, ik zie u hier. Ja, ik volg u. Doe maar eens. Oké, dat is goed. We gaan uit het bos, dat moest van de meester Bart. Ja, ik volg. Pak het bed mee, hè. Oh, Ja, daar kom je nu mee af. Wacht, weet jij nog... Terug naar het bed, Bart. Nee, pak het bed mee, zei de meester. Ja, wacht een moment. Hop. Hoeveel... Ik heb zijn er nu weer andere spelers in, of niet? Karapils Atje, joined the game. Oké. Hij is terug weg, Karapils Atje. And just the Belgian guy... Joined the game, Joined the game... Nu is het een spelletje voor iedereen, natuurlijk. Ja. Je hebt het bed, hè, Bart? Ik heb het bed. Ik ben alleszins blij dat ik jullie net genoeg heb geleerd om... Om ons alleen achter te laten. Om te overleven zonder beeld voor uw stream, bedoelde. Dat was het enige dat ik wou... Oké. Just a Belgian guy, zeg eens tegen Thomas dat hij binnen 5 seconden moet joinen. Nu! Wacht, sir. Oh, varkentje, zullen we dat meenemen? Ja, goed gedaan. Nee. Oei, ik sta hier met dat... Bert Prit. Ik sta hier met dat bed te zwieren, wacht. Waar zit je, lieve? Ik ben nu al kwijt. Nee, ik ben op de bergtop. Op de bergtop. Ah ja, daar. Zeg maar, hey. Dat is hier zonder in Thomas ook wel plezant, hè, Bart? Wat denkt hij? Of, hè? Ik vind dat heel jammer. Ja, oh. Goh. Dat is zo spijtig dat je hier geen uitzicht hebt met al die bomen. Oeh. Zijt je aan toe, lieve? Ik krijg goede raad van mijn zoon die Minecraft speelt en die zegt die bijen mocht je niet slaan, want die geven nu een gif en dat blijft voor 10 seconden. Voilà, hier is mijn zoonneke die veel meer weet van Minecraft dan ik. Ja. Zwaai maar eens naar iedereen, landerke. Zo. Ik ga nu maar slapen. Dat is een braaf jongen. Er komt een heleboel zeer goed bedoelde en zeer nuttige, maar voor ons onverstaanbare raad vanuit de stream, denk ik. Ik zit erin, is oké. Okay. Ah, voilà, oké. Okay. Thomas Huygen joined the game, hoera! Nee. Probleem, welke richting... Oké, jullie zijn nog niet ver, dat is goed. Probleem was dat... 1774. Ik ben bij jullie, Daar! Hey Thomas! Oh. Kom, we gaan naar een ander land. Wij volgen jou! Ja. Ik vind dat zo zot dat je je echt direct herkent met dat zwart t-shirt. Dus, ah ja, dat is Thomas. En jullie ook met... die hebben geen moeite gedaan voor een skin te maken. Ja. We zijn terug aan het meer. Weet je nog? Onze mooie tijd aan het meer. Schoon tijden. Hier stierven wij meermaals. Ik heb het gevoel dat jullie in hun dag zonder leerkracht hebben gehad. En dat nu zo terug de harde routine is. Ja, en je ziet aan onze ogen dat we dingen afgesproken hebben ook, hè. Andere dagen. Ja, we hebben onze naamkaartjes verwisseld, Thomas. Je kunt dus rapper lopen door 2 keer op je voorste pijltje te drukken. Dat is sprinten. Oh.
Ongelooflijk. Dat is de allereerste keer in mijn leven dat ik sprint. En verspeelde dan meer voedsel. Ja, je krijgt dan meer honger. Maar dat is geen probleem, want we zitten in een land vol koe. Aan overvloed. A land of plenty. Ja. Oh, oh, hier zeg. Zeg maar, dat is hier nog schoon, hè. Dat is hier toch... Allee, ik ben blij dat ik een keer buiten kom van de week. Is uw zon nog in de buurt, lieve? Nee, eerst gaan slapen. Ah, waarom? Je... Maak mij afvragen hoe je honing van bijen krijgt. Ah ja, oké. Okay. Allee, jongens. Oh. Ik kan niet door het bladerdek. Ah, daar is meester Thomas. Ja, ik ben misschien te snel aan het gaan, sorry. Zou het kunnen dat als ik van te hoog val, dat mij dat dan een hartje kost? Ja, ja. Dus... Waarom vertel je dat nu pas, meester? Omdat ik dacht dat zwaartekracht iets... Allee, dat je daar wel iets van wist. Sorry, ik ken de wetten van de vierkante blokkenwereld niet. Pas op, hier is het heel diep, dus pas op. Pas op, hier is het heel diep, zegt de meester. Zie je het? Oh. En dat is hier een grot. Dus een grot is eigenlijk het belangrijkste van Minecraft bijna. Dat, hier zit alle materiaal dat we moeten hebben voor een mooie wereld te kunnen bouwen. Het maar, wordt een mooie wereld. Misschien, dat is hier wel een mooie plek om... misschien ons dorp... Kijken of het iets gevlakker wordt. Wat een uitzicht. Maar je zegt, er is echt zo'n zee met dan een berg in een zee. Is dat onder water hier? Ja. Ja. Ja, lap, de meester is weg om constructieve dingen te doen. Vreselijk. Misschien moeten wij die grot gaan verkennen, hè, lieven. Wat kan er fout gaan? Ah, wel, maar dat is goed. We gaan in die grot gaan. Ik was gewoon even aan het kijken hoe dat de landschap er rond is. Dus hier ga ik een huis bouwen. En jullie mogen in de grot gaan. Hier, ik ben achter jullie. Ja. Mogen wij ook gaan zwemmen ondertussen? Zeker, maar niet verdrinken. Nee, nee. Dus, en moeten wij... Hier is zee hier. Die grot doen. Ah, wel, er is... Ik ga jullie iets tonen. Wauw, jong. Wacht. Jullie zijn allebei... Lieve zit in de zee en Bart zit in de grot, denk ik. Ja, dat klopt. Dus allebei heel gevaarlijke dingen aan het doen. Kan ik zeewier minen? Ja, ik heb zeewier. Ik kan sushi maken. Lieve, niet verdrinken, ik zweer het. Hè. Ja, ik ben aan het proberen van al die blauwe belletjes weg te spelen. Dat is de bedoeling. Ik ben teruggekomen, meester, omdat jij zei dat ik iets gevaarlijk aan het doen. Ja, ik sta nu naast je. Hij zei in een grot dat gaan zonder fakkels. Ah. Die monsters die jullie vannacht hebben gezien... Ja? Die... Die komen die zitten ook in de grot, ja. Ja, want die komen als het donker is. Mm. Dus ik moet een fakkel maken. Fakkel leren maken, hè? Dus ga je fakkel... Denk je? Ja. Maar wacht, er is... even aan het kijken. Ik snap de meester soms niet, lieven. Ja, die... Enfin, die loopt zo enigmatisch heen en weer door de klas zonder iets te zeggen. Die doet alsof hij meer weet dan ons. Misschien is het gewoon een pose, Bart. Ik weet het niet. Ja? Ik denk dat die creepers veroorzaakt worden door 5G. Dat denk ik. Oké, dus... ik ga dat ding niet zien. Wacht, maar er is een lijkprobleem, denk ik. Want ik kan hier niet heftig bewegen. Kunnen jullie nog gewoon... Allee. Oei, bij mij meester, gaat alles goed. De zon gaat onder, meester. Wacht, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed, hè. Zullen we snel een huisje van hout bouwen of zo? Ja, wacht ze. Ik ga bij jullie staan, ik ben een beetje... Bang? Ja? Ja, we zullen rap een huis bouwen. Doe terug wat ik wil. Dat is al iets. Ik ga hier in de... Ik ga mijn schop pakken. Ik ga hier in de berg een huis bouwen. Dan moeten we... Ja. ...niet veel doen. Dat is ons voorlopige. En dan zal ik jullie tonen dat we fakkels kunnen maken en kunnen we op verkenning in de grot gaan. Ik heb een bed. Het is wel een mooie zonsondergang, moet ik zeggen. En geniet er maar van. Oh, prachtig. Ah, wacht, ik zal terug naar buiten. Oh, my. Wonderlijk. Ja. De grote vierkante zon is net onder. Er is nog een beetje rood licht op de wolken. Het rood natuurlijk veroorzaakt omdat het blauwe licht weggefilterd wordt door de atmosfeer. Wat ook de reden is waarom de lucht blauw is. Hè. Want s'avonds moet dat door veel meer atmosfeer, dat licht. Ja, voilà. Inderdaad. Ja.
begrijp waarom dat leerkrachten alcoholiekers zijn. Als ze zo... De zon, maar, Thomas, dat is, de zon is een soort gigantische kernfusiereactor, heel ver weg van ons. Ja, dat is iets dat eigenlijk instort onder invloed van zijn eigen zwaartekracht constant. Maar door de interne druk van de kernfusie wordt die instorting tegengehouden tot het moment dat de brandstof op is. Wat krijg je dan? Een implosie natuurlijk. Hè? Een implosie. Ja. Je denkt misschien dat ik als leerkracht mij vernederd voel door jullie? Nee. En dat, maar ik ga dat niet laten zien. Ik ga gewoon beginnen straffen uit de Jan. Ah, ja, als er nog gebabbeld wordt tijdens deze les over niet-minecrafting, dan... ja, time-out, dat is de enige pedagogische optie, zeker. Maar we hadden nu juist iets gevonden dat de groep gebonden had, Thomas. Ja, dat is waar. Ah, wij, de groep behalve jij, maar goed, ja, dat is een soort offer dat je toch... Zit je in extra kamers? Nee, je maakt terug een uitgang. Ja, ik wou gewoon even kijken waar dat de deur was. Maar, dus, heeft iemand het badge? Ik heb het badge, ja. Ik wil gewoon alleen nog zeggen dat je fakkel vredig tegen het plafond hangt. Zeg, en hoe groot kunnen we dat huisje maken hier? Zo groot als dat je wilt, lieve. Zo groot als ons hart. Het is hier eigenlijk een beetje gelijk de Blokkenstende. Maar als we een donkere hoek creëren, kan daar dan een creeper ontstaan? Nee, deze twee fakkels doen genoeg voor deze kleine kamer. Het is als je blijft graven, gaan we uiteindelijk wel een creeper kunnen krijgen. Oké. Okay. En kan een creeper ook iets opleveren? Ah ja, rot vlees voor honden. Wacht, ik ga anders tonen dat je fakkels maakt. Ik heb niet zoveel kool niet meer. Maar dus wat je moet doen is een kool, een stukje. En ik zal u elk één geven anders. Mm-hmm. Dank u. Wacht, moet ik dat? Ja. Ja. Ik heb ook een furnace. Ja, je hebt het net kapot gemaakt en... Oei. Oké. Okay. En opgerapt. Dus als je naar je dingen gaat, je moet dat niet in een crafting table doen, je kunt dat ook in je inventory craften. Dus een kooltje plus boven een houten stok zetten. En dan onderaan kool of bovenaan kool? Bovenaan kool. En dan kun je torch maken. Sorry, ik was niet aan het opletten. Er bestaat twee dingen. Dus van boven een kooltje en daaronder een stick. Ik heb geen sticks meer. Ik zal u er even een paar geven. Ik heb er ook geen meer, meester. Oei, wacht, nee, ik heb je fakkels gegeven. Sticks. Ja. Ah, hoe maak je de sticks? Door twee plankjes boven elkaar te zetten. Oké. Okay. Dus en als je dan een kool boven een... Wauw. Net de torch. En er is een soort interne regel bij elke cave outfit, zo gezegd. Dat je fakkels aan de linkerkant zet... in het doorgaan. Zo, als je verdwaalt, dan weet je altijd dat je fakkels aan je rechterkant moet houden om terug de uitgang te vinden. Snap je? Dus als we straks in een mijntunnel gaan, zet je altijd je fakkels langs de linkerkant. Wat een conventie! Ja, dat is een... Is dat ontstaan binnen de player community? Dat is internationaal, inderdaad, ja. Ongelooflijk. Het is niet dat in de States anders is. Misschien zijn dat mensen die het omgekeerd doen, hè? Maar alleen in Engeland. Op deze server doen we het zo. Zeg, maar ik zie nu wel dat mijn houten pikhouwwiel, dat daar zo een balk is die bijna op is. Ja, dat wil zeggen dat die bijna opgebruikt is. Dus daarom is hout niet zo goed, omdat dat dus rapper opgaat. Maar we gaan nu de mijn in gaan. En liever wil je anders je fornuis een keer zetten? Ah ja, dat kan. We gaan de mijn in gaan en dan gaan ijzer zoeken. En ijzer ga ik hier even in de oven steken. En dan als je dat smelt, dan kunnen we ijzeren materiaal maken. En dan zijn we... Allee, dat gaat veel minder snel kapot. Oké. Uw pikhouw wel weggesmeed. Kunnen even... Ja, die... Zet die... Nee, rechte muisklik zetten. Dus je pakt dan vast. IJzer, trouwens, de laatste vorm van brandstof in die gigantische kernreactor die de zon dus is, trouwens. Klopt, ja. De ijzeren kern. Omdat ijzer dus het atoom is... met, laat ons zeggen, de laagste interne energie. Dus zwaardere atoomkernen dan ijzer hebben meer interne energie, vandaar dat kernsplitsing dus energie oplevert. En lichtere atoomkernen ook, waardoor dat kernfusie ook energie oplevert, behalve dan natuurlijk ijzer zelf, eigenlijk een soort de sweet spot van de atomaire energieinhoud. Dus de binnenkant van de zon is ijzer? De binnenkant van veel hemellichamen is ijzer, ook van de aarde bijvoorbeeld, ja. Is het niet ijzer en nikkel in de aarde?
Ja, ik denk het wel. Ja. Maar dat kun je ook maken met twee stokjes en een bloem. Dus kijk, kunnen jullie een keer op de rechter muis klikken op het voor een huis doen? Ja. Dus wat daar niet gebeurt, is Iron Ingot. Of Ingot. Ingot. Ja. En dat moeten we dus hebben voor ijzeren materiaal te maken. Dus gesmelt, alle ijzer dat we straks gaan minen, gaan we verzamelen. En dan kunnen wij... En heb je dat ijzererts nu uit een berg gehaald dan? Ik heb dat daarnet al, toen we daarnet nog aan het sukkelen waren, heb ik dat al gevonden, die ijzererts. Oké. Okay. Die keer dat hij met inktvissen aan het zwemmen was. Ah ja, dat is juist. Ik heb met inktvissen gezwommen. Maar ik ga nu voor jullie al misschien ijzeren... Alhoewel, ik ga je drie ijzeren... dings geschreven wordt. Heb je ze gekregen? En dan kun je daar een pick-a-wheel mee maken. Ja, wacht, heb ik ze gepakt? Ik denk, ik ga eens kijken. Ja, dankjewel. Lief, ik ga er aan u ook drie geven, dan kun je daar ook al een pick-a-wheel mee maken. Dan kunnen we even in de mijn al daarmee verder. En dat is op een crafting table is dat, ja, hè? Ja, dus dat is de bovenkant een horizontale drie ijzeren naast elkaar. Ah, en daaronder twee stokjes weer. Ja. Ik vind mijn ijzer niet. Ik heb ze nu gegeven. Normaal moet je ze nu hebben. Oh, wauw. Heb ik ze gepakt of niet? Oftewel heeft Bart ze gepakt. Ja, ik heb er drie, hè. Ik zeg maar, ik had dat eigenlijk al. Zo'n pico-wheel. Van steen, ja, maar een ijzer is beter. Ah, ja, oké. Okay. Dus, Lieven, heb jij drie ijzeren zitten of niet? Nee. Bart, heb jij drie ijzeren dingetjes? Ja, gepakt, ja, maar ik heb daar natuurlijk ondertussen een ijzeren pico-wheel. Ja, maar heb je nog drie nieuwe gekregen ook toevallig? Die kan ik niet zo. Ah, ja, jawel. Ja. Wacht, ik ga... Ja. Krijg ik die van jou, Bart? Want ik heb u toch ook al een stukje lamsvlees gegeven, hè? Dat is waar. En mensen die mij lamsvlees geven, die ben ik voor de rest van mijn leven dankbaar. Jij staat nu met een soort lucifer in je poten, maar ik weet niet hoe... Ja, dat is de fakkel. Wacht. Die we net hebben. Maar ik ga even een deur maken, want de Gert-Jan in de chat vraagt dat, dus dat is wel belangrijk. Wat ging er zeg maar, ik heb... Hoe geef ik u dan nu, lieve? Rechtermuisknop, die drie ijzertjes? A, oftewel, draag ze uit uw inventory en smijt ze op de grond, voilà. Zogezegd. Oftewel, ik heb ze. Met A. Wacht. Hier, lieve, houd u klaar, hè. Hop, en hop. Voilà. Ik heb Iron Ingot, eentje. Hij moet er drie hebben. Dus Bart? Ah, oei. Ik heb een deur gemaakt, trouwens, voor ons. Dank u, meester. Alsjeblieft, lieven. Dank u wel, Bart. Wij delen zoveel. Ik vind dat wel mooi dat de crisis dat in ons losgemaakt heeft, dat delen dan dat ook. Dat delen, hè, ja. En ze biedt eens applaus voor de zorgsector ook. Dat is al geweest. Ah nee, je bedoelt Universal. In Minecraft, hè. In Minecraft, ja. Hoe heb jij een deur gemaakt, meester? Dat zijn zes houten planken boven elkaar. Dus als je 9 op 9 hebt, heb je het eigenlijk op 1, 2, 4, 5, 7 en 8. Wacht, ik ga dat wel proberen nu, hè. Dus geen, ik ga gewoon een... Dus het verschil tussen bos, tussen hout en houten planken, hè, dat weten. Dus oak log telt niet. Oak planks heb je nodig. En hoe maak ik dat? Door oak log gewoon in de crafting table te zetten. Enkelvoudig. Okay. Ja, ça va. Mag ik de kamer een beetje vergroten nog? Zeker. En inrichten als je wilt. Ik weet niet of je nog bloemetjes over hebt van onze... Ja, heb ik. De moeder die... Oh. Er zit een creeper bij. Ik ga die even dood doen. Waarom? Wat gaat die doen? Die ontploft. Dus dat doet pijn. Gaat dat de deur kapot maken dan? En ons kapot maken. En het probleem is, als wij nu dood zijn, dan zijn wij terug bij af. Dat zou echt een teleurstelling zijn. Zijn jullie gewoon de kamer groter aan het maken nu, of zo? Of gewoon ja, ik ben de kamer groter. Ik vond een beetje... Oh! En lukt dat, Thomas? Heb jij hulp nodig? Ja, het is gelukt. Oh, goed gedaan. Maar hoe heb jij die dood gedaan? Door met je zwaard op te slaan. Door een gat in de muur? Ja, en net op tijd telkens weglopen en hij zat vast hier, gelukkig. Dus het is... En het is nu dag. Ja, nu is dag. Dus. Hoe gaan we dat repareren? Kan die deur open of niet? Het is allemaal kapot. De Brito is toe. Ja, de rechtermuis klikt op de deur en die gaat open. Oké. Okay. Ja, en je kunt dus ook verschillende deuren maken. Je kunt ook met ijzeren deuren maken en zo. Ja, ik zou dat wel doen. We zitten in mijn gigantisch gat in onze loft.
Ik ga hier een deur maken. Lieven, is het gelukt om eens om een pick-up-wheel te maken? Ja, ik heb ook een deur. Kijk, voilà. Zie je? Oei, ik zit. En hier, dus. En hier nog een deur. Voilà, zo. Voilà. Wacht. Lief. Ja? Dat zijn heel veel deuren, ja. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ik ga jullie ook een cadeau geven, omdat jullie zo goed de eerste lessen gedaan hebben. Dankjewel, oh. Meester Thomas. Voilà, een zwart. Een ijzeren zwart. Oh, lap. En wie heeft dat gepakt? Lieve Link. Waarschijnlijk. Oké, okay, Eberhard, ja. Zwart. Ja. Ik heb het niet. Links van je. Ah ja. Bart, wow. Heb jij toevallig twee zwaarden? Want ik heb er geen. Oh, wacht, ik ga kijken. Ja, ik heb twee zwaarden. Wacht, hier is een monster, kan... meester, hier is een monster. Oh. Oei, 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 dat is heel gevaarlijk. Dus wacht, hij zit eraan. Oh, sorry, leven, hij zit eraan. Nee, nee, je zegt dat. Ik zwem gewoon weg. Ah ja, dat is waar, niet zwank aan water. Maar dat is eigenlijk iets meer iets voor het einde van het spel. Zo sterk is dat monster. Amai, Lieven, eigenlijk ongelooflijk dat je dat overwonnen hebt. Dat is iets als... Ik ben dus, ik ga dan, dus let er goed op hoe dat eruit is. Je mocht er niet naar kijken. Dus je mocht niet in zijn ogen kijken of die valt je aan. En je kunt er eigenlijk niet van winnen, tenzij dat je in... Amai. Wat moeten we... Dus je mocht er gewoon niet naar kijken. Niet dat naar, is naar kijken, ja. Ja. Vanaf dat u heeft, zijn je direct dood. Behalve als je in het water zit. Want we zitten op dat eiland. Dus kan ik eigenlijk beter in het water gaan, Thomas? Maar het is weg nu, denk ik. Nee, het is weg. Ah, ja. Maar hoe is dat weggegaan dan? Dat teleporteert. Oh, mannetjes. En eigenlijk, ik zal even uitleggen wat dat eigenlijk de bedoeling van het spel is, maar dat is niet... eigenlijk is het spel... Dat monster is daar terug! Waar is het? Dat je mag doen wat je wil eigenlijk in het spel, maar... Eigenlijk moet je zo 9 monsters doden. En dan heb je nog wat andere gif nodig. En dan moet je naar een andere wereld teleporteren. En dan moet je daar een draak verslaan. Dat is eigenlijk het... Het einddoel. Ja. Maar het is toffer om gewoon te spelen, eigenlijk. En hoe moet je dat te weten komen? Ja, ik weet dat ook gewoon door vrienden, eigenlijk. En ik weet niet hoe dat de eerste mens dat ontdekt heeft. Dat is in de nevel der tijd verloren. Daar hangt nu gewoon iets in de lucht of zo. Boven een berg. Wacht, Bart, kom eens. Ik ga met jullie komen in een boot. Want dat ziet er niet uit, jullie daar op dat eiland. Maar wij kunnen ook terug naar u zwemmen, hè? Ah ja. Hey Bart. Hey Lieven. Ik heb weer algen, we kunnen weer sushi maken. Was dat hier die vis? Hallo. Dag Thomas. Moeten wij op de boot of? Ja, misschien. Rechte muisklikker ja. Op, denk ik, of zo. Of springt er maar ja. Op anders. Ik sta erop, denk ik. Lieve, lukt het. Ik ben aan het verdrinken. Ja, ja okay. We staan erop. Ik sta op de boot. Nee, ik sta af de boot. Wacht, hier ga een boot. Oei, nee, die zakt naar de bodem, die boot. Maar hoe heb jij een boot gemaakt? Door. De crafting table. Een bakje van hout te maken eigenlijk. Dus de drie onderste en dan langs de twee zijkanten ook een hout. Ah ja, een U. Ja, een U-vorm. En hoe roeit jij nu? Ah ja, zo. Met de pijltjes. Oh, en amai, zeg, hoe snel gaat dat bij jullie jongens? Wacht. Ah, maar dan moet eerst naar de crafting table. Nee, ik heb liever een extra bot gegeven. Ah. Ik krijg cadeautjes van de meester, Bart. Het Femke van de meesters. Het Femke? Het febbekaksje was bij ons vroeger eigenlijk. Ja. Het febbekaksje. Kun je dat maken, het febbekaksje? Gaan we in de grot gaan? Ja. Oké, okay, Thomas, wat gaan we doen? Het is eigenlijk, gaan we in de grot of zullen we in de grot gaan? Ja. Maar niet gaan we in de grot gaan. Voor grammatica moet je 3 keer spelling in het midden zetten en dan zo zinsbouwen links en rechts. En dan kun je grammatica maken. Dat is de... Maar ijzeren grammatica is beter dan... Dan kun je sterke werkwoorden doen. Jongens, ik ga eerlijk zijn. Hè. Ik ben... ik weet niet meer waar dat onze grot is. Nee, ah, wel, ik ook niet. Maar het is hier ergens, hè. Het is hier ergens, wacht. Was het nu de volgende paai? Nee, Is die niet bovenop? Wacht.
Ik stel voor dat enkel in een andere richting zoekt dat we elkaar kwijt geraken. Ja, ik ben aan het doen. Ah, oké, ik weet het zijn. Jongens, ik kom even naar de oever, als je wilt. Ik sta aan de oevermeester. Ja, daar is je boot. Het is naar de andere kant, het is dus in deze richting. Ah ja, oké. Dus volg maar gewoon de oever. Zie je dat, Bart? De meester heeft een boot en wij moeten te voet. Zie je dat? Aan de oevers van de tijd. Het proletariaat wordt hier weer uitgebuit, zeg. Door de meesters in de boot. En wij kunnen nog maar net ons lessen betalen. Ja, voilà. Zullen we Daans maken? Wat heb je nodig om Daans te maken? 5 stokjes? Wacht, hè. Ja, daar is Thomas. Zet jij gefreeze, Thomas? Nee, even op YouTube. Kom, we pakken zijn boot. De rijken hebben alles, Bart. De rijken hebben alles. We pakken zijn boot. Sabotage. We smijten ons klompen in de machines, lieven. Waar was het? Hier? Of niet? Hier is het ding, hè? Ons huisje, ja. Hoe bouwde Antje de boek in mijn schrift? Gebouwde vestiaire en ze gaat er automatisch naartoe. Je pakt een strottenhoofd en dan heel veel steen. Oké, gaan we in de grot gaan? Hebben jullie... Nee, wacht, we hebben eten nodig eer dat we in de grot gaan. Hebben jullie eten? Is dat zo? Ja, anders gaan we van honger. Ik heb nog één rauwe kip. Ik heb één gekookt schaap, heb ik. Die rauwe kip mogen we in de oven steken, lieve. Ah, ik heb ook nog 5 rauwe schaap. Ah, die mogen dan ook in de oven steken, daarna. Waar is de oven? In het huis, in de keuken. De oven is uit. Maar er zit kool in, normaal gezien, denk ik. Of zit er geen kool? Ja. Het brandt niet alleszins. Sorry dat ik door u loop, lieve. Dat mag. Oh. Er is geen vuur. Mag ik daar kool in stoppen? Heb je kool? Ik heb kool, maar het brandt niet. Dus kool van onder en dan de kip van boven. Ja. Oké, nu is hij aan het klaarmaken. Ik heb ook plots 5 rauwe schapen. Ik heb die naar u gegooid daarnet. Ah. Ja. Dus nu mocht jij die koken, maar heb jij kool? Nee, dat heb ik niet. Maar hij brandt nog, hij brandt nog. Ja, ik heb er wat hout in steken, maar ga ik er nog meer hout... Meester, waar had jij kool gevonden? Wel, in de grot lang geleden ook. Maar nu gaan we dus in de nieuwe grot gaan om meer kool te vinden. Oké, meester. Maar we hebben nog niet genoeg... We hebben wel genoeg deuren, daar heb ik voor gezorgd. 4 deuren. Dat was heel, heel flink, trouwens. Dank u, meester. Hebt u het gehoord, Bart? Ik was flink. Ik had 4 deuren gemaakt. Ja. Dus blijven jullie hier nog even? Ik ga nog heel even eten gaan zoeken. Oké, we zullen geen tv kijken. Wat je kunt doen, is bijvoorbeeld de vloer renoveren. En ik heb jullie niet hier geleerd Minecraft om mijn vloer te doen, maar het zou wel handig zijn voor een mooie vloer van te maken. Meester, mogen wij op de iPad terwijl je weg bent? Als de vloer gerenoveerd is, worden we daarna op de iPad, goed? Dankjewel, meester. Wat wilt jij van vloer, Thomas? Hout. Berkenhout. Kom, meester, weg. Kom, Bart, we gaan op de iPad. Meester is weg. Wat voor vloer is dat? Steen hier, of wat? Nu is het steen, maar het zou berkenhout mogen zijn. Dat gaat mooier zijn. En ik weet dat lief in de stuin is, Bart, maar hij gaat mij toch niet verraden. Dat is... Allee. Nee, maar berkenhout, wat is dat? Hoe heet dat? Birchwood. Zijn die witte, die zebrabomen. Ah, ja. Zeg, en moet dat molenvloer zijn of premium kwaliteit? Premium. Kak. Oh, ik heb nu gewoon 2 kloefers van blok. Ah nee, ik moet er eerst iets mee maken natuurlijk, plankjes. Oh, mannetjes. Wacht hoor. Ik ben gewoon een eiken vloer aan het bouwen, denk ik. Ik ben het niet zeker, maar ik denk het wel. Wacht, hè. Ja, tussen schapens en varkens. Schapens.
Oké. Okie dokie. Oh, maar ik weet niet hoe je de vloer maakt. Dus je pakt hout. Ja. Houten planken gedaan? En dan verwijder je de stenen vloer en dan leg je een houten blok in de plek. Ah. Altijd eerst de nauwe vloer verwateren, de manier. Ja, oké. Okay. Moeten we eerst schap gieten? Hé, hey, maar... Wow, prachtig. Ik ben wel benieuwd. Meester, wilt jij onder het bed ook houten vloer of mag dat steen blijven? Dat mag ook onder het bed ook houten vloer zijn. Moeten we dan eerst het bed weghalen en dan... Nee, je kunt er gewoon de dingen blijven zweven. Onderlijnen. Oké. Bart? Ja? Ik ga nieuw hout halen. Oh, het is nacht buiten, help! Het is nacht. Ik ben ondertussen terug. Ja. Heb je daar bewijzen van? Ja. Is dat de vloer die jullie tijdens mijn afwezigheid gemaakt hebben? Vierenplank? Thomas, dat is niet motiverend. Wij hebben heel hard ons best gedaan. Kent jij het begrip positieve bekrachtiging? Kent je dat? Nee, het is echt heel mooi. Uitlachen. Dank u. Nee, maar het is echt goed. Ik heb hier wel de muur hersteld en de deur dicht gedaan, hè. Wacht. Mag ik slapen? Ja, maar ik ga niet weer uit het spel gaan, want dan ben ik er weer aan. Dus ik heb nog een bed. En als het nog een keer dag is, ga ik nog een derde bed en dan kunnen we allemaal slapen. Okay. Moet ik plaats maken? Ah nee, hier is een bed. Lieven, heb jij graag dat ik met mijn voeten aan uw hoofdeinde lig? Of met mijn hoofd aan uw hoofdeinde, want ik snurk wel. Ik heb liefst dat jij met u niets aan mijn hoofdeinde ligt, Bart. Ja, maar Thomas heeft mijn bed tegen dat van u gezet. Ah, is het echt? Ah, oké. Okay. Dan, dan toch maar met uw hoofd, ja. Toch maar met uw hoofd. Ja, oké. Okay. Voilà. Oké, okay, jullie slapen. Ik ga iets heel dom doen. Graag. Oké. Okay. Ik ben het spel eruit en ingehaald zonder dat iemand is bijgekomen. Oké. Okay, ik heb een heleboel eten. We hebben allebei een zwaard. Alle drie een zwaard en een pickaxe, denk ik. Hè? Ja. Okay, ik heb enkel een houten pickaxe nu. Heb je geen ijzer gemaakt met die... Ik heb die daarnet in de zee gegooid, denk ik. Dat is wel heel romantisch, hè? En symbolisch, toch? Ja, ik had daar jouw naam in gekerfd en dan heb ik ze in de zee gegooid. Heb je ijzeren dingen in de zee gegooid? Misschien. Oké, dat ga ik niet voor u maken, maar... Ik snap plots waar dat dit spel om draait. Ik dacht, de meester gaat toch wel een nieuwe maken, dacht ik. Oké. Ik heb hier wel drie deuren gebouwd, die gast. Ja, dat is wel indrukwekkend. Eigenlijk in een alles bij elkaar genomen. Bart, wat hij nu aan het doen zit, is niet slim. Dus je mocht mee in een pickaxe. Ik heb dat nog niet gezegd, dus het is mijn fout. Met een pickaxe moet je geen aarde, losse aarde, want je gaat er heel rap van kapot. Dus met een pickaxe moet je enkel stenen doen en met losse aarde moet je mee een schop doen. Ah ja, oké. Okay. Kijk, vanaf dan zal ik hier die stenen... Oké, gaan we anders keer in de grot gaan kijken? Ja, dat is goed. Dan gaan we allemaal... Ik ga mee met jou naar de grotmeester. Yep. Dus hij weet het, we zetten de fakkels. Oei, het is daar een skelet. Help. Oké. Okay. De meester is aan het oplossen. Zo. Kom maar mee. Om de zoveel stappen zetten we dus een. Een fakkel. Een fakkel. Doe maar. Kom maar naar beneden. Hier, dat is hier al één ding. Dat is hier ijzer. Dat is hier ijzererts. Dat we hier zien, jongens. Met die vlekjes op. Ja, die bruine vlekjes zijn ijzer. Dus die moeten we dan mijnen.
Je kunt die enkel mijnen met een ijzeren of een stenen pikhouwel, dus niet mee houden. Dus zo. En dan moet je die blokjes oprapen en die dan in de oven steken. Die zwarte, dat is kool. Dus dat is ook goed voor te pakken altijd. Helemaal zwart of met zwarte plekken op? Met zwarte plekken op. En ondertussen zie je dus, terwijl je mijnt, zie je gele bolletjes en hoort zo'n pinggeluidje, denk ik. Ja. Dat zijn experience points, zo gezegd. Dus je ziet van onder je getalletje en dat is je level. Aan die groene balk? Ja, inderdaad. Dus ik heb level 1. Ik hoorde dat tijdens mijn eerste amoureuze escapades ook altijd zo ping, ping, ping. Maar zo experience points die erbij komen. Experience points, angst van eigen lichaam overwonnen. Pas op, een skelet. Ik ga mij verbergen in een gat in de grond tot de meester klaar is. We zijn klaar. Het is dood. Oké. Okay. Maar dus, grotten zijn heel gevaarlijk, omdat het zo donker is. Dus eerst weer ijzer. Er is heel veel ijzer en... Kijk, ik hoor weer... Een monster, dat kan. Ja. Voilà. En die groene steentjes, dat zijn die experience points dan? Ik heb level 2 of wat? Ja, dat kan. We gaan misschien langs deze gang gaan, waar ik hier ben. Dan gaan we kijken hoe diep dat we kunnen gaan. Zeg, en als die mijn hier failliet gaat, gaan ze hier dan een cultuurcentrum bouwen? Of hoe gaan ze dat doen? Een museum. Met Europese subsidies. Met oude foto's van de mijn in zwart-wit vroeger. Van ons, met grote snorren. Ja, ja, ja. En vrouwen die kan melk en brood zijn komen brengen. Zo de... En hebben wij al een voetbalploeg eigenlijk? Van de hier is een vieserik. Ja, achter u, Thomas. Oei. Een dieterik. Niet op mij staan, Bart. Oh, sorry. Okay. Niet op de meester slaan, Bart. Nee. Ik ga hier even... Ik heb heel weinig leven nog, dus ik ga even hier een oventje maken en wat vlees beginnen koken. Dat is hier een soort verzamelpunt hier in het midden. Hè. Dus als je bang bent, kun je altijd naar hier terugkomen. Oké. Okay. Ik ben bang, dus ik mag hier zijn. Ik ben de weg al kwijt. Meester, ga eten maken. Dus als je de weg wilt terugvinden, altijd de fakkels aan je rechterkant. De creeper, dan. Creeper, creeper. Ja, ja. Als je tegen dingen vecht, wisselt dan naar je zwaard in plaats van met je pikken wil. Lief. Zeg, hij is dood. Zwaard, ik ben hier, hè. Ja, welk heb je een zwaard gegeven? Ja, lieving. In dat geval zal ik dat waarschijnlijk in de zee gegooid hebben. Zeker? Ik weet het niet, ja. Ik heb enkel mijn pikkenweel. En hij twee zwaarden, Bart? Ik heb één zwaard, denk ik. Wacht. Ja, Bart, heb jij twee zwaarden? Misschien heb ik twee zwaarden. Heb jij twee zwaarden, Bart? Wacht, hoor. Ik ga mijn rauwe schaap even opzij doen. Voilà. Lieven. Hoe was dat? Dat is een pikkenweel. Nee, maar dat geluid. Ik hoor niks. Was het zo... griezelig? Ja. Dat is omdat we in een grot zitten. Daar is weer een creeper, een creeper. Waar? Ik heb geen leven meer, dus willen jullie hem verslaan? Ik heb enkel een pikkenweel. Ik ga je even ijzer geven om een zwaard te maken. Het is dood. Het is dood. Toch, er is nog een. Nog. Ik ben ook dood. Oei, leven. Oh, hier is... Ik ben gerespawned in ons huisje. Oh, en ik ben... Lieven, ik... We gaan je missen. En Bart, we gaan je ook missen. Ik kom naar jullie. Ben je dood, Bart? Ik ben dood, ja. Er is iets ontploft in mijn gezicht. Ja, wacht. Ik ga jullie komen halen, Bart. Ja, maar ik kom wel naar u, want die grot is belangrijk. Ah, maar weten jullie dat? Kunnen jullie de weg terugvinden of niet? Ik kan op die coördinaten werken, ja. Welke X, Y, Z heb jij?
min 460 en 150 is de laatste. De middenste is niet nodig, want dat is de elevation, ja. 460 en? Min 460 en 150. 150. Waar spreken we af? Op min 460 en 150. Bart, hier zit jij. Ah, hier, dag lieven. Ik ben alles kwijt. Hier ligt al uw grief. Dus je kunt gewoon erom gaan. Erom komen. Waar? In de grot waar je gestorven bent. Ah, in de grot. Ah, oké. Al mijn grief ligt daar. In de grot waar ik stuur. Dat ligt hier gewoon nog. Min 460 en 150. Zoekt er nog iets, Bart? Want ik heb nog dingen opgeraapt. Nee, ik heb veel terug. Ik weet het niet, hier ligt van alles. Maar misschien is Lieven hier ook gestorven. Ja, Lieven is hier ook. Jullie zijn hier allebei gestorven. Dus deze grief ligt hier ook? Ja. Zijn jullie al terug daar, Bart? Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik ben gerespawned in het huisje vlak naast de grot. Ah, maar Lieven, hij moet toch ook normaal zien in een bed? Allee. Wacht, dus je hebt toch geslapen? Normaal zien als je slaapt, dan respawn het terug als je dood zit aan je bed. Ja, of vind je nog ergens anders een bed, Lieven? Die in min 460 is hier redelijk ver vandaan, hè? Min 460? Nee, dat was het. Min 460, hè? Ja. En 150 is de laatste. Ja. En waar zit hij nu? Oh. Ik word hier weer aangevallen. Door iemand met een pijl en boog. Ja, een skelet. Ik zal je even helpen. Ah nee, ik ga dan gewoon naar buiten. Au. Lieve, wat zijn die coördinaten? Min 477. Ja. 71, 154. Ah, wel, maar we zitten in een grot, dus... Er steekt een pijl in je hoofd, Thomas. Ja. En wat is de ingang van de grot? Wacht, ik ga je zoeken. Ik zie je misschien wel ergens. Ah, oké. Blijf even staan, hè. Ik kom naar u. Oké, meester. Hier, Lieve, hallo. Hey, Thomas! Kom. Er zit een pijl in je poep. Ik heb het gehoord. Maar echt recht in je anus. Anus. Oh, hier is een deur. Hier zijn meerdere deuren. Ah, natuurlijk. We hadden een grot gemaakt in het huisje. Nabij het huisje. Oké, ik ben nu in het huisje met meester Thomas. Ik ook. Thomas, jij weet dat wij u na dit spel niet meer meester Thomas gaan noemen, hè? Ah. Ja, dat is wel. En ga ik nog iets van autoriteit overhouden, of ook niet? Ik denk het wel. Ja, waarschijnlijk wel. Ik heb hier een zwaard voor iemand en nog een pickaxe voor iemand. Dank u wel, ik heb die alle twee gepakt. Pickaxe heb je nog niet vast, denk ik. Nee. Gaan we terug in de grot? Of zijn jullie een beetje bang van de grot? Nee, ik heb alles. Nee. Zeg, mijn zoon is hier terug. Dus als jij moest nog iets vragen aan mijn zoon, zeker hoe dat je honing kon stelen of zo. Ja, hoe dat je honing van de bijen kan krijgen. Kunnen we honing van de bijen pikken, Lander? Je hebt daar ofwel een emmer voor nodig, ofwel een glaasje. Een emmer? Of een glas? Een fles. We hebben een emmer of een glas. En als je dat nodig. Veilig wil doen, dan moet je een. Als je dat veilig wil doen, dat die niet gaan steken, dan moet je daar een kampvuur onder zetten. Een kampvuur onder de nest. Als we het veilig willen doen, maak je een kampvuur onder het bijennest. Ja. En dan heb je een glas of een emmer nodig om de honing in te pakken. Ah, oké. Okay. Dank u. En het moet aanstaan, het vuur. En het vuur moet aanstaan. Ja. Nooit recht naar beneden. Nooit recht naar beneden slaan op de bijennest dan? Nee, gewoon nooit recht naar beneden als je zo mind. Niet nooit, naar beneden mind. Nooit recht naar beneden. Ja, dat is de eerste regel van Minecraft, Lieven. Een trapje maken, anders zit je vast eigenlijk. Waar wij nu zitten in de grot, daar is lava veel. Dus als je soms naar beneden graaft, dan kun je in lava vallen. Gaan we even... Mag ik gaan slapen? In bed. Echt? Of
In Minecraft. Ah, maar in de grotten bestaat de nacht niet, dus daar kunnen we eigenlijk, hoeven we niet voor te slapen. Ja, maar het is gelijk zoveel, in een grot bestaat de nacht niet. Zoveel poëtische zinnen ook. In een grot bestaat de nacht niet. Het nieuwe album van Thomas Huygen. In een grot bestaat de nacht niet. Hebben jullie mij achtergelaten of zo? Of wie? We zitten in de grot terug. Ja, maar hoe vind ik de grotmeester? Dat was recht over de deur, hè? Hoezo recht tegenover het weg? Tegenover de deur is de zee. Is het meer, pardon. Ik hoor de lava precies al, kan dat? Misschien, hier, blijf. Hallo. Daar. Dag, meester. Help, hier lopen vieze beesten. Ah, nee, ik ga dood. Ja, iets heeft mij geraakt, maar ik weet niet wat. Ik ga doodgaan. Tot ziens, hè. Ja, ik ben dood. Net te laat. Kom dan terug naar Bart, naar de plek. Ik ga je brief laten leiden. Ja, merci, hè. Intussen heeft de meester het beest doodgedaan, Bart. Ja. Ik ben weer veilig, dankzij de meester. Maar ik denk dat we eens een paar extra fakkels moeten steken daar in dat gat. Ja, ik ga dat mee doen. Dag, lieven. Heb jij mijn grief allemaal gepikt? Dat weet ik niet, waar is uw grief? Ja, waar dat jij stond, is al mijn grief gevallen eigenlijk. Ja, ik stond hier per ongeluk. Misschien heeft iemand anders uw grief gepakt, maar ik heb uw grief niet, hè. Je moet beter op uw grief letten, denk ik. Denk wel, het zou wel kunnen dat je zijn grief hebt, lieve. Zal ik eens kijken, wat voor grief had jij? Ja, nee, het was een blauwe rugzak met een beertje aan. Nee, had jij die in de marquee gelaten, of waar had je die gelaten? Nee, hier, aan de hamburgerstand. Dat mijn rugzak altijd. Nee. Ik heb die niet gezien. Het zijn hier wel zo drie van die vrije gevaarlijke mannen van Gent gepasseerd. Oh nee. Misschien hebben die hem gepakt. Meester Thomas, ik denk dat ik ijzererts verzameld heb. Ah, is goed. Dan kunnen we dat in de oven op de bovenste verdieping steken. In de oven steken, bedoel ik. Is er een lift? Nee, het is met de trap. We kunnen wel een lift bouwen uiteindelijk. Dat is iets wat we nog niet aanzetten. Mentaal. Om uit te leggen dat we een lift bouwen. Heb jij ooit al een lift gebouwd? Ik heb dat één keer gedaan, ja. Echt waar? Ah, hier. Had iemand... Lief? Ja, en meester Thomas. En Bart, kom. Hier is lava. Ja, maar er is ergens ook een pijlenschieter. En een... Ik zie geen lava. Een vleermuis zie ik. Oh, hier. Wauw. Een vleermuis. En dat is, daar, hier, kijk. Daar moet je niet op gaan, hè, want dan ga je dood. Hè. Waar is de lava? Ja. Ik zie geen lava. Hier, lief. Maar hallo? Ik zie u ook niet. Ah, daar, ja, daar zit je. Zie je in deze tunnel? Daar, lava! Bart, heb je de lava al gezien? Ja. Wat vond je van de lava? Saai. Lava is quinoa saai en al, weet je wel. Dus laatst keer dat jullie ergens mee naartoe nemen, echt. Nee, ik vind de lava cool. Pardon, meester, we vinden de lava super cool. Als het geen Fortnite is, dan hoef ik niet voor jullie. Wat is Fortnite, meester? Wij zijn oud. Wij weten dat niet. Dus je weet dat dit jong is. Fortnite is 14 dagen, lieve Jesus. Ja. Ik ben experience points aan binnenhalen niet te doen. Ik ga wat kool uit de mijn halen. Daar krijg je veel groene bolletjes. Kool uit de mijn. Veel groene bolletjes. Ik ga een beetje kool uit de mijn halen. Dus ik ga jullie hier wat laten. Mijn dieren waren een beetje. Ik ga intussen een derde bed gaan zoeken. Ja. Dan kunnen we allemaal mooi slapen. Je weet, de weg naar buiten is de fakkels rechts houden. Fakkels rechts houden? Ah, ja. je hebt daar nu al rekening mee gehouden en zo. Ja, anders zouden jullie verdwalen hier in het huisje. Okay. Dus Thomas zet de fakkels altijd links. Oké, ik hou nu de fakkels rechts. Zo vind ik de weg naar buiten. Ik ga nu wel die theorieën testen. Hè. Ik ben een kritische wetenschapper. Fakkels rechts, fakkels rechts, fakkels rechts. Fakkels rechts, fakkels rechts, fakkels rechts. Fakkels rechts, fakkels rechts, fakkels rechts. Ja, dat klopt nog. Dat klopt nog. Een onheilspellend muziekje gehoord.
Ja, dan zult je sterven. Ik ben bij de meester, met mij kan niets gebeuren. Wacht hoor. Wat kan ik hier bouwen? Ik heb alleen maar kool. Dus wat, wat je nu kan doen is die kool in de oven steken en dan... oftewel, maak de extra fakkels. Dat is altijd handig. Oftewel, smelt de ijzer die je verzamelt. Ah, ja. Dus hier is de oven. Ik stop daar kool in en ik leg daar ijzer op, hè? Ja. Ijzererts op. Oké. Okay. En hier in de kist zit eten en ijzer, moesten jullie dat willen. Ik ben ijzer aan het maken. Wat kraakt er? Dat is een vuurtje, denk ik, dat knispert. Wat ben jij aan het doen, meester? Ik was wat borrel uit mijn inventory aan te halen. Oké. Okay. En was het bevredigend? had je een productief gevoel? Het was brood nodig, eigenlijk. Heb je het boek van Marie Kondo gelezen eerst? Nee. Zeg me niet. Dus, dat is leren opruimen en zo, hè. Is dat een aanrader, echt? Het schijnt van wel. Ik ken veel mensen die het boek van Marie Kondo gelezen hebben en die dan hun huis helemaal opgeruimd hebben en die daar echt zo dachten van wauw, pas nu heb ik rust in mijn hoofd. Hmm. Maar ik zou dat boek openen en dat zou dan weer overal liggen te slingeren en dat zou niet marcheren. Dat is wel waar. Dat zou wel de max zijn, dat je huis echt overhoop ligt van boeken van Marie Kondo. Dat zou echt cool zijn. Hmm. Maar zo gaat dat zijn. Ik vind dat dan niet meer. Ik bestel een nieuw. Ligt dan weer ergens. Is dat, hè? Ja. Wacht ze. Dus ik had varkenslapjes die gekookt waren. Die zitten in de kist nu, denk ik. Ik heb daarop geklikt en toen waren die weg. Wacht ze. Dus hier is de kist. Nee. Ah ja, hier zijn ze. En hoe eet ik die nu op? Ik zet die gewoon in mijn balkje onderaan. Ik scroll daar naartoe en dan... En dan rechtermuisklik. Blijven duwen. Ja. Oh ja, heerlijk. Ik proef echt ook echt zo'n beetje koteletjes, terwijl ik het doe. Is niks beter dan een koteletje in het vuistje, hè? Dat is toch heerlijk ook, hè, koteletje. Gevaarlijk om te droog te bakken wel, hè, varkensvlees. Maar als je erin slaagt om het niet te droog te bakken, fantastisch. Ja. Ik heb een koteletje, maar ik heb nog geen vuistje. Een vuistje is zo, je neemt een handje en je maakt er zo vier op een rij in... vier vingers boven elkaar en één duim rechts. In een 6-6. Oh. Oh, amai, dat is verschieten. Oh. Ik ga hier toch wat meer fakkeltjes hangen, jongens, want... Je moet ze altijd links hangen, Bart. Dat is een tip van de kenners. Mo. Ja. Ah, nee, ik heb geen fakkeltjes meer. Ja, ik ben alles kwijtgespeeld. Natuurlijk. Wacht, ik kan misschien wel eentje maken voor u. Ik ga snel een keer kijken. Nee, ik heb geen hout meer. Hoe maakt het ook weer een fakkeltje? Een hout en dan daarboven een... Een stok eigenlijk dan, of? Ja, een stok. Een stokje, sorry. En een kooltje erboven. Ah, ja, kijk, het is gewoon dag, dus ik ga hout gaan halen. En er is normaal gezien heel veel kool overal, Bart. Lieve, het is ik ga hout halen of ik zal hout gaan halen, oké? Okay? Pardon? Maar niet ik ga hout gaan... Niet ik ga hout gaan halen. Ik ga anders nog wat grammatica gaan halen. Gaan halen. Ik ga nog wat zinsbouw gaan halen. Oké. Maar voor hout moet je eigenlijk een bijl maken, hè? Is dat niet? Ja, ik heb ook geen bijl, heb ik gemerkt, dus... En... Oh nee, skeletten, help! Skeletten, bij klaar ligt de dag, hoe kan dat? Ik dacht dat dat verboden was. Ah, die zou misschien in de schaduw gewacht hebben. Wat? Smeerlappen. Zijn je veilig, lieven, of is het... Ik ben nu in de grot gelopen, maar ik weet niet precies of dat dan veilig is of niet. Oeh. Daar wordt je aangevallen.
Oeh ja, hier zit iets vies. Kan ik naar binnen gaan hier? Is het zwart of wat is het? Nee, zo'n camouflage, zo'n legermotief dingetje. Creeper, dat is niet goed. Dat ontploft en dan zijn je dood. Loper van weg, Bart. Ik geef u een gouden tip. Loper van weg. Ja, ik zit nu binnen, maar hier kan ik natuurlijk ook niet weg. Ja, het is ontploft. Er is een... Oh, al uw... Nou, dat is erger geweest, Thomas. Ja, ik kwam om de hoek en hij was er plots. Het was per ongeluk. We gaan hier sterker uitkomen, Bart. Ja, maar... Ja. Ik vind dat wonderlijk, hoe snel dat je dat doet, Thomas. Jarenlang niets anders te doen. Hoeveel heb jij gemaakt? Jarenlange sociale vervreemding. Ik ben er pas na mijn jeugd mee begonnen, dat is het ding eigenlijk. Maar je bent nog jeugdig. Ah, wel ja. Ik ben er op mijn 19e mee begonnen, dus ik heb dat niet als kind... Oké. 19 kwam bij ons toen MSN Messenger juist niet heel... ICQ was dat, denk ik. Was dat op je 19, ICQ? 19, ah nee, wacht ze, 19, jawel, eigenlijk wel, ja. Of IRC en dat soort dingen. Ik ga een slaapkamer maken voor jullie, alleen voor ons. Ja. Oké, Thomas. Dacht dat het nooit ging vragen. 3 aparte bedden, Bart. Ja. Aparte bedden? Ja, er staan hier wel 2 tegen 1. We gaan die lang niet meer doen. Het zal een beetje helpen hier. Misschien wel weer donker. Het is een schone coté om te wonen, maar weinig licht, hè. Ja, het is... En zitten jullie nu in het huisje, of waar zijn jullie? Ja, wij zijn aan het renoveren in het huis. Jullie gaan naar het huisje en jullie laten mij gewoon in de grot, zomaar? Ik vind dat een teken is van volwassenheid. En ik gaf het vertrouwen aan u. Ik wil kijken, en dat is gelijk uw kind loslaten met leren fietsen. Oké, ik zie jullie heel volwassen zijn samen in ons huisje. Ik zal het onthouden. We hebben voordat de groep wandelen ging vertrekken, hebben we het gevraagd wie blijft er in het huisje en wie doet er mee de wandeling. Ja, oké, maar er was dan niet gezegd, als je mee wandelen, dat je dan achtergelaten wordt in de grot. Hè? Dat was niet gezegd, hè, Bart. Dat is waar. Oké. Wij zijn Rummikub aan het spelen, er is chocomelk gemaakt. Wat? Ja. Oh. Wauw, Thomas, Lieven. Wat? Je zei het nog niet, hè? Maar mag ik iets verklappen? Ik ben hier wel al. Oh, ja. Okay, zie, zelfs als ik hier ben, ziet je mij niet. Ja, oké. Maar wacht, blijf daar staan, hè. Verrassing, hè. Kom eens mee naar de slaapkamer. Wacht, ik ben nog een deur aan het bouwen. Oké. Ik zou graag ook mijn eigen projecten afwerken, Bart. Iedereen heeft zijn persoonlijke fakkel boven zijn bed. Ja, wat, waar, toon het eens. Oké, het is wel mooi. Het is wel een mooi, Bart, oké. Ja. Mooi, hè? Wacht, ik ga nachtkastjes bouwen. Zo. Iedereen heeft een nachtkastje. Het is wel van steen, sorry daarvoor. Maar wauw, zeg maar, Kalle, zijn hier echt goed in. Ga je nog iets nieuws leren? Het is tijd, is de rap. Ja! Hebben jullie hout? Hout en planken? Ik ga hout gaan zoeken, jongen. Hout was op. Ik ga ook hout moeten zoeken. Ja, ga even bomen gaan kappen, maar ik moet dan terug misschien. Ja. Wacht, hè. Oké. Ik denk, als je nu echt niets te doen hebt, dat dit wel een heel tof spel is. Je kunt hier wel echt heel veel dagen hebben liggen. Ja. Ik denk dat als je echt heel belangrijke dingen te doen hebt, dat dit ook een heel tof spel is. Maar gewoon heel frustrerend, omdat je belangrijke dingen niet kunt doen. Ja.
Het grappige hieraan is, ik denk nog niet dat bij jullie het geval gaat zijn, maar dus als je dat lang speelt, dan droomde in deze... Echt? ...vorm van wereld eigenlijk. En dan denk je wel echt, ik heb te veel gespeeld. Oké, okay, ik ben nu in het huisje. Ja, ik ook. Ik heb hout gehaald. Mm-hmm. Thomas is de vloer. Oh my man, hoe snel dat dat gaat. Daar verbaas ik mij vooral over. Oké, okay, ik ga jullie iets tonen. Hè. Dus ja. Je hebt hout, maar je kunt die hout in verschillende vormen doen. Dus alles is eigenlijk bijna basis in een blok. Maar bij hout en bij steen en zo kun je dat ook in mooiere vormen doen om esthetische dingen te bereiken. Dus je hebt, ja, hebt dit, je hebt een houten blok die ik hier gezet heb. Ja. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een trap doen. Dat is dit hier. Mozita. Dus dat is de trap. En je kunt ook een halve blok doen. Slab heet dat. En dat is dit. Dus dat is een halve. Amai. We zijn hier helemaal feng shui aan het maken. En dan heb je ook nog iets anders, namelijk hekjes. Dat zal ik ook even zetten. En dan ga ik zeggen hoe dat je het moet maken. Hè. En dat is voor het hekje. Zie je het? Ja. Dus hoe doe je... de trap is simpel. Dan zet je gewoon in je negen, in je negen vakjes zetten een trap. Dus je hebt daar zes houten blokken voor nodig. Dus je doet drie van onder, twee van boven. En dan nog één daarboven. Dat is een trap. Mm-hmm. En een slab is ook simpel. Dat is gewoon de onderste balk van de negen moet je vullen met hout. Dus daar heb je drie van nodig. Een hekje is iets moeilijker, maar niet zo moeilijk. Dat doe je... Dus je hebt de onderste zes van je negen. En dan doe je op... Als je naar je klavier kijkt, op 1, 4, 6 en 3 doe je een houten blok. En op 5 en 2 doe je een stokje. 1, dus 1, 4, dus linksonder, rechtsonder, linksmidden en rechtsmidden doe je een houten blok. En op, ja, onder en middenmidden doe je een houten stok. Ja. En dat is een hek. Ja, ja. Oké. Okay. Oh, amai. En dan heb je ook nog het omgekeerde. Maar wacht, ga ik even bekijken of dat klopt wat ik ga zeggen. Ah, wacht, maar ik moet eerst... Ik heb niet genoeg hout. Hoe kan dat nu? Ik heb zo hard mijn best gedaan. Ja, ik moet terug naar buiten, meester, sorry. Dat is geen probleem. Als je dus het omgekeerde doet, namelijk twee hekjes langs de buitenkant telkens, dus vier hekjes in totaal, en het midden hout, dan kun je, maak je de poort voor het hek. Ja. En die heb ik nu in de slaapkamer gemaakt, moest je dat willen zien. Voor stenen is stelte trouwens. En voor alle houtsoorten ook. Dat begint hier weer donker te worden, hè. Maar we hebben nu elk een bed, dus we kunnen gewoon gaan slapen. Oh, ik raak hier niet meer. Wacht, hoe doe ik de deur open? En uw rechtermuisknop doe je niet open. Ah ja. Allemaal ziet dat. Maar dat vind ik altijd leuk. Als je op zo'n Ardennen-vakantie terugkomt van de wandeling en je ziet dat er al van alles gebeurd is in het huis. De spaghetti is klaar. Er staat een hekje in de slaapkamer. En je wil die toch uw naam op de spaghetti schrijven en je zet de tafel, zo gezegd, of je zet de kaas op tafel en je denkt, ja, mensen denken dat ik, ja, deel van de spaghetti maak het zoals. Ja, ik heb de servietten geplooid. Er zijn dus geruchten dat de grenzen gaan toeblijven tot het einde van de zomer. Mm-hmm. En dus dat wil zeggen dat iedereen naar de Ardennen gaat moeten de komende vakantie. Dat we in België gaan moeten blijven tot het einde van de zomer. Ja. Dat gaat niet lukken, vrees ik. Als het moet, moet het, hè. Dat lijkt mij ook zot voor het toerisme in landen zoals Spanje en zo. Tja. Is het al bedtijd? Ja, het is bedtijd.
Mag ik dan door met de rechterwijsknop op dat bedje duwen? Ja. Oh ja, ik slaap al, denk ik. Ik ook. Kijk, dat is wel cool. Slapen we allemaal. Voilà. Oh, is dat nu terug dag? Ja. Als je slaapt, dan gaat de nacht direct voorbij. Dat is in het echt ook zo, hè? Maar dan droom je wel, hè, naar het schijnt. Het klinkt eigenlijk meer dan als narcose dan als slapen, eigenlijk. Ik vind het ook ongelooflijk hoeveel titels van dichtbundels dat jij hier al ten berde gebracht hebt. Als je slaapt, is de nacht direct voorbij. In zijn nieuwe dichtbundel, als je slaapt, is de nacht voorbij. Wat ben je aan het drinken, Bart? IJzer, erts. Kava? Nee, Grand Baron. Grand Baron, dat is kava toch, of niet? Of is dat Frans, of is dat Spaans? Ah ja, wat is Grand Baron? Kava. Ja, kava? Kava, natuurlijk. Natuurlijk, dat kava, natuurlijk, zeg. Ooit te zien, donker, sorry, dat is mijn fout. Heb jij een fakkel weggedaan? Ja, maar het is omdat ik even de plon moet afleggen, dat ik renovatie weg ga doen. De Minecraft-plon afgelegd. Op wat zitten wij nu? Op YouTube Live? Op wat zitten wij nu? Ja, we zitten live op YouTube, op mijn YouTube-kanaal eigenlijk. Dus we zitten niet eens op Twitch of zo? Nee, dus dat is Twitch, dat is... En we zitten ook niet op Discord? Discord kunnen niet op streamen, denk ik. Ik ben niet zeker. Ja, je kunt je scherm delen, maar enkel binnen een nieuwe groep. Maar dus eigenlijk zijn we een beetje oldschool wel. Dus laat ons zeggen, je hebt BRTN en dan VTM en dan heb je YouTube wel, hè? Niet? Ja, denk ik dat het ook zo op Wikipedia staat. Dus zelfs op Netflix waren we nog iets cooler geweest dan nu. Maar dat zit, ik denk dat... nee. Allee, er zitten al sinds genoeg jonge mensen in de chat die ik moet blokkeren omdat ze aan het spammen zijn. En wat zijn ze aan het spammen dan? Wat spamt de jeugd tegenwoordig? Oh, maar ik ga het niet mee commentaar voorzien, want... Het is in die genoeg. Is het vuile woorden of reclame? Ja, het is vuile woorden. Ik heb aandacht nodig, maar in mijn paar andere woorden geschreven. Ah, is het echt? Gebruiken ze synoniemen voor plasser af en toe? Nee. Nee? Oké. Okay. En waar zit jij aan het volgen, Bart? Ook op de YouTube dan? Ja, de YouTube-feed staat hier open. En ik weet niet of jij het serieus genoeg neemt als jij ook nog naar de YouTube-feed aan het kijken bent. Hoor. Ik zit echt gewoon in de wereld nu. Zijn jullie klaar om nog iets zot bij te leren? Ja, maar gisteren hebben we een wandeling gemaakt. En ik zou gewoon ook wel eens iets anders willen doen. Hoe bouwde een iPad? Maar dat kun je eigenlijk echt bouwen, hè? Ah, wel, dat ging ik doen. Ik ga jullie meenemen in de grot en we gaan op zoek naar redstone. En dat is dus de grondstof om technische dingen te doen. En dan kan ik een keer tonen hoe dat computers werken of zo. Hoe je dat iPad bouwt. Daar kun je logische poortjes en zo mee bouwen. Ja, dat heb ik al gelezen online, ja. En heb je dat nooit gezien? Er zijn mensen die dat echt gigantische rekenmachines maken en zo. Met displays redstone, die echt werken. Ja. Redstone. Wat heb jij doodgedaan, meester? Een zombie. Oké. Okay. En dus nu gaan we gaan alle ijzer en zo achterwege laten. We gaan puur op zoek naar de redstone. En het gaat gevaarlijk zijn, ik zeg het al. Waarom? Omdat we diep in de grot moeten. En wat gebeurt er dan? Meer monsters. Ah, ik heb geen zwaard meer. Oei. Oh, daar is het al zover. Kunnen we zwaard maken? Wacht, ik ga naar de furnace dan, hè. Oh, fuck. Oh, sorry. Weg. Het zijn hier twee van die heel sterke zwarte die... Van die zwarte? Dat is zeker geen foute uitspraak. Ik heb kool nodig natuurlijk. Waar haalt je dan nu weer? Je hebt geen kool nodig voor zwart. In de kist van boven zit er normaal gezien ijzer voor... Dat je een zwaard van kan maken. Wacht even. Ik kom een helpen wachten. Nee, ik zie in de kist. De kist boven in ons huis. Nee, hier.
Zit er hier geen ijzer? Jawel, nee, Iron Engelt. Ah, daar ja. Ja, dus ik sleep dat naar mijn inventory. Voilà, voilà, voilà. Ja. Oei, oké. En dus nu, even kijken. En hoe maak ik een zwaard? Dus twee ijzeren stokjes. En van onder een houten stokje. Een stok nog? Ja, de stick en dan daarboven. Heb je de stick nodig? Nee, ja, ik ga een stok moeten maken nog. Ja. Ik heb een stick hier in mijn... Ik ga een stick in de kist steken. Ah ja, dankjewel. Ja, dank u Thomas. Als het u... Ik ga jullie ook elk... Dat kan ik ook nog leren. Ik ga jullie elke helmpje geven. Een wat? Een helmpje. Een helmpje. Een helmpje. Dus ga hier een helm op de vloer smijten? Pak de heiden in een keer, lief. Het is lang geleden dat ik die zin nog gehoord heb, maar ik zal dat doen. Je gaat een helm op de vloer smijten en ik moet die pakken, hè? Ja, dus... Hij ligt er al. Ja, en Bart, je hebt er twee gepakt. Ik zal twee gepakt, lieve. Smet één keer weg. Wacht hoor, ik moet nu een helm naar Bart smijten. Iron helmet. Oké. Okay. Throw me the helmet. Frodo, you gotta throw me the helmet now. Dus, je hebt niet gegooid, lieve. Waar heb ik er dan mee gedaan? Je hebt opgezet. Maar heb ik een helm op? Heb normaal gezien nog altijd een helm in je inventory ook zitten die voor Bart bestemd is? Ja. Nee. Jawel. Nee. Ah ja. Ik heb hem op. Nee, je hebt ook nog ergens anders in zitten. Nee, ik heb er maar één. Lieve. Ja, meester. Kijk nog eens. Niet liegen, lieve. En Bart, kijk de helm een keer op de heide. Iemand heeft de helm. Ik kan zijn dat ik een helm heb. Iemand heeft de helm en je steelt de tijd van de hele klas. Ik heb een helm. Ah, oké. Okay. Voilà, zie je wel, meester? Sorry, lieve. Dus de hele tijd... Sorry, lieve. De hele tijd moet ik mijn eigen helm weggooien. En heeft Bart eigenlijk al de hele tijd de helm gepakt. Bart? En hoe zit ik die op? Thomas? Dus je drukt op E, Bart? Ja, die staan nu... En dan links van je manneke zie je een hoofdje, een borstje, een broekje en en dan sleept hem naar je hoofd. Ja. Oké, okay, jullie zien er goed uit. Kom, we gaan naar beneden. Blijf dicht bij mij. Altijd. Oké, okay, gezellig. Ja. Oké. Okay. Oei. En dan niet toen, Bart. Wacht, hoe smelen jullie hartjes? Ik heb alles vol op een half hartje na. Lieve? Helemaal vol, meester. En jullie vleesjes? Helemaal vol, meester. Alles vol op twee vleesjes na. Oké, okay, dat is voorlopig nog voldoende. Ik heb in beide variabelen meer dan Bart, meester. Heb je dat gemerkt? Ja. Dank u, meester. Meester, dit is de story of my life. Pas op, is er iemand slecht. Niet kijken naar de vloer. Gewoon naar de vloer kijken. Blijf maar staan, niet weglopen. Kom terug. Gewoon naar de vloer kijken en terugkomen. En rustig blijven. Naar de vloer kijken, terugkomen en rustig blijven. Ja, oké, we zijn er voorbij. Dat is wat ik al mijn hele leven doe, naar de vloer komen. Dat is dus altijd als wij naar de meneer Pastoor moesten. Oei, dat is hier toe. Wat? Hij loopt hier dood als spoor. Is het zwart monster weg? Ja, dat is wel in orde, denk ik. Hoe heet hij nu weer? Enderman of zo? Enderman, iemand dat het... klopt. Ja. Enderman? Enderman, ja, oké. Okay. Ja. Hier loopt het ook dood. Wat is doodlopen? Dat je lava tegenkomt? Dat gewoon dat de gang stopt. Ah. Dat je op harde steen uitkomt of zo, waar ik niet dood. Heen tunnel niet meer. Wacht, hè. Ik ben jullie kwijt. Ik ga even dat je dood doen. Dat is zo heel krachtig. Hè. Ah, even dood doen. Even. Oh, wat hoor ik allemaal? Ik ben aan het vechten met die ender. Zie je dat, Bart? Meester kan zelfs Enderman dood doen. Oké. Okay. Lieve, ik denk dat je best je zwaard in de aanslag houdt, niet? Ja. Oké. Mansplaining en al? Het is een tip, hè. Het is om te helpen dat je het doet. Ja, dankjewel om mij te helpen, Bart.
Helaas helpt het ook echt. Dat is... waar zijn we? Zijn de kinderen. Vraag ik ben bij de we zijn bij de lavameester. We zijn foto's aan het nemen van de lava. Leuke selfies. De lava kunt je vinden als je de fakkels altijd op 60 graden links onder je houdt. Fuck, ik ga misschien doodgaan, jongens. Dat is zo. Nee, dat is zo vreselijk. Ik zie jullie graag. Jullie zijn flink. Maar wat doen wij als je doodgaat, meester? Wat hij is dood. Oh, maar hij is doodgeschoten door skeleton. Oh, nee. Meester, moeten we naar het huisje gaan? Waar moeten we naartoe? Shit. Ik heb nog een heel essentiële vraag. Nu pas. Terwijl ik die aan het begin had moeten stellen. Wat dan? Als je een imitatie doet nu, Thomas, hoe hard lijkt het dan op een irritante YouTuber? YouTubers zouden aan het roepen zijn, eigenlijk. Ah, roepen. Ja. Doe eens een imitatie. Give me the ring, Frodo. Het is een skelet. Help. Vlucht, vlucht. Skelet, help. Vlucht. Oh. Wacht. Niet weg. Ah. Ik ben verder dan Bart, dus ze gaan inpakken in plaats van mij. Wait for me. Jij zit vast. None shall pass. Thou shall not pass. Ik weet niet eens of dat het juiste personage is of de juiste stem, maar... Ja, dat is Gandalf, hè. Zouden jullie dat tof vinden, moesten jullie het hermonteren en zo heel hyper en zo met... Zo flitsend. De, ja, de grappige ja, deelderen. Ja. Ja, maar als je wilt kan het met camera zo wat diagonaal houden, hè. Is dat niet cool? Dat is een beetje TMF-achtig, niet? Dat is jaren 90 cool, lief. En heel de jeugd denkt, wat is TMF-bompa? Zeg, mag ik gaan slapen? Ik ben aan het bed. Wel, ik ben in de grot, dus ik kan niet slapen, dus hij gaat ook niet kunnen slapen. Ah. Zeg maar, als je niet kunt slapen, moet je aan leuke dingen denken, Thomas. En als je bang bent in het donker, moet je fluiten. Ik zal terugkomen. En, gaan we naar het bed, of wat gaan we doen? Ga hij ook slapen, Lien? Ah, ik weet het niet. Ik ben nu buiten. Ik ben nu bij Bart aan het bed. Oké, ik kom gewoon aan het bed. Vanavond op canvas, bij Bart aan het bed. Oh, Bart, diepte-interviews van jou met een bv in een bed. Ik kijk er zo naar uit. Dat bestaat al op Studio Brussel, dat heet Flowjob. 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 In het Studio Brussel-programma Flowjob werden pikante vragen gesteld aan Mia Doornert. Ja, kom maar allemaal slapen, hè. Oké, ik slaap een beetje. Ik ook. Oké, we gaan terug de grotten, hè. Ik hoop dat we wel redstone vinden, snel. Redstone. Flits, flits, flits. Redstone. Oh, pas op, een vuurman achter u. Nee, die vliegt in brand als de zon is. Ah. Dus dat is een zombie, maar omdat de zon schijnt, is die in brand gevlogen. En dan gaat hij tragisch dood. Logisch. Het is echt een beetje gelijk het echte leven, maar dan in het vierkant, hè. Ben je zeker, Bart, dat het echte leven niet gewoon Minecraft in het rond is? En wetenschappers ontdekken dat het echte leven gewoon Minecraft, maar met meer polygonen is. In het populaire computerprogramma Minecraft werd een polygoon ontdekt die voorheen nog niet gezien was. Zijn er appels in Minecraft, Thomas? Ja, ik heb zelf een en bij, moet je hem zien? Ja. Oeh. Maar ik zie je niet, want het is hier donker. Waar zijn jullie? Ik mag meester zijn appel zien, Bart, en jij zit achterop. Ik zie een appel. Ja. Wacht, maar die is plat. Waar zijn jullie in godsnaam? Kan ik die opeten? Ja, je kunt die opeten, als je honger hebt. Okay. Oei, skelet. Waar? Bescherm mij, meester, je bent mijn enige hoop. Ja, ik ben weggelopen omdat ik mijn zwaard niet had. Ja, maar ik heb wel een zwaard, hoor. Wacht, hoor. Ik heb mijn zwaard. Wat moet ik doen met mijn zwaard? Oh my god. Oh, Thomas is dood. Ben je dood? Ik ben dood, ja. Dat kan toch niet.
Zeg, en wat moest ik hier doen in dat doodlopend gangje eigenlijk? Redstone zoeken. Ik gooi gewoon mijn glimmende appel doen. Ja, maar ik heb je glimmende appel gezien, maar mag ik er nu in bijten of niet? Oei. Kan ik daarin bijten met rechtermuisknop? Ja, rechtermuisknop. Tenzij je geen honger hebt, hè. Dat gaat het niet. Ja, ah nee, ik heb geen honger, daarmee dat niet lukt. Ik ga nog een beetje verder graven in dat gaatje hier op zoek naar... Redstone. Maar ik moet misschien wel een fakkel hangen al, niet? Ja, eigenlijk wel. Maar ik ga iets heel slim doen. Ik ga die aan de rechterkant hangen, dan vinden we gemakkelijk de uitgang. Ik denk wel dat we langs die weg geen redstone gaan vinden, wacht. Ja, wat zeg je nu? Ik heb hier wel net mijn fakkel gehangen. Het zou kunnen, maar een kleine grot is soms hebben pech. En is de grot kleiner dan je denkt. Alweer een prachtige titel van een poëziealbum. Soms heb je pech en is de grot kleiner dan je denkt. Ik heb wel mijn laatste fakkel gebruikt. Kom maar naar buiten dan, we gaan een nieuwe grot zoeken. Oké, ik heb mijn zwaard vast. Voor moesten er stouterikken, boeverikken in de buurt zijn. Ik heb een pijl meegepakt, helpt dat? Je kunt dat gebruiken als je zelf een boog maakt. Hoe kan ik een boog maken? Ja, wel, stel als die vislijn, heb je daar touw voor nodig. Ja. Maar we hebben een handige spinnen tegengekomen. Oké. Okay. Daar straks toch? Hm? Ja, ik heb geen spin gezien. Jawel, ik wel. Je hebt die niet gevangen, Bart. Zeg. Nee, ik heb die buiten gezet. Met zo, had je al een glazige gemaakt en een envelop om daaronder te schuiven? Ja. Okay. Envelop zijn drie papiertjes op een lijntje onderaan, zeker, hè? Je kunt wel brieven maken, hier. Voor er iets op te schrijven. Zeg, meester, gaan we nu naar een andere grot of blijf ik gewoon achter u? Ik ga toch nog even in deze grot proberen, want ik heb een vies geluidje gehoord. Ik weet niet hoe lang het zou duren voor een nieuwe grot te vinden, eigenlijk. Dat zou ik ook niet weten. Het is bijna echte mensenbedtijd ook, hè? Ja, wel. En ik zou graag nog, voordat we gaan slapen, jullie redstone tonen. Dat zou een mooi moment zijn dat we samen kunnen beleven. Redstone. Dat is gevaarlijk, hè, Thomas, wat je nu aan het doen bent? Ja, ik heb de lava verwijderd. Moch. Wat? Ik doe dit. Moch. Door eigenlijk gewoon aarde in dat gat te steken, zo zegt, waar dat uitkomt. Het is het echte... Oh. Hoe herkent je redstone eigenlijk? Dat is hetzelfde als ijzer, zo zegt, van vorm met rood. Dus ah ja, ijzererts. Ga direct zien. Maar ik ga gewoon een keer iets doen dat absoluut niet mag in Minecraft. Meester! En dat is naar beneden. Oei, oh, mijn pijl... Lapsig. Ik moet even een nieuwe pickaxe gaan halen, anders gaat het niet lukken. Sorry. Ik volg gewoon de meester. In de Ardennen zijn twee jongeren vast komen te zitten in een grot. Zij waren op zoek naar het zogenaamde redstone. De regering roept jongelui op om niet roekeloos op zoek te gaan naar redstone. Wat zei je nu onlangs, Bart? Ik denk dat wij samen aan het fietsen waren door Gent. En achter ons raceerden er enkele stoere macho jongens voorbij in hun sportwagens. En wat was uw analyse toen? In de stem van Jan Bikaus. Wat is het nu weer? Het was iets in de aard van... Ik vertoon risicogedrag waarmee ik bewijs dat ik een gezin kan onderhouden. Maar dat is een quote die niet van mij is. Van wie is die? Van de beruchte Michael van Damme. Is het echt? Ja.
Door risicogedrag te vertonen in het verkeer, bewijs ik de genetische noodzaak om een gezin te onderhouden. Ah, oké, okay, ik heb hier... Ah ja, amai, nu zijn we er zo. Wacht, hè, ik ga een veilige ladder naar beneden bouwen, zodat we, ons hier geen pijn doen. En gisteren heeft Taylor Swift haar nieuwe album voorgesteld, getiteld Redstone. Een pickaxe is kapot. Heb je nog materiaal voor een nieuw? Ja. Oké, okay, nu zitten we in een... Oh, ah oh nee, we hebben een mijnschacht ontdekt. Een oude mijn. Wat een jullie? Oude mijn. Wat een mijnschacht? Het is... Ja, dus... Kijk, lieve zie je hier de hout? Dat is hier een heel gevaarlijk groot dolof. Een spinnenweb! Hier is een spinnenweb! Dat zijn hier sowieso spinnen, maar dat zijn heel gevaarlijke spinnen die je veel pijn hadden, dus... Maar kunnen we dat spinnenweb gebruiken om touw mee te maken? Ja... Maar zijn jullie zich? Zeg maar, soms dus hier wel. Is plotseling immens veel hout ja. En palen, en dat was hier al dan. Ja, dat is hier een oude mijnschacht eigenlijk. Oké, okay, maar even gewoon achter de interface kruipen. Is die oude mijnschacht door iemand gebouwd of is die nee, gegenereerd? Gegenereerd. Die is gegenereerd toen wij het spel geopend hebben. Ja, dus elke wereld is een seed eigenlijk en dat maakt een willekeurige combinatie van allerlei biomes. En dat zijn dus woestijn of grasland of ijsland of whatever. En in elk ding kunnen er allerlei van die structuren ontstaan, zoals grotten met daarbinnen nog mijnschachten, bossen met daarbinnen een huis, tempels in de woestijn. En dat is een van de... Staat er hier nu een chest? Ja. En daar zit er soms heel waardevol materiaal. Daar zit een rails in nu vooral? Ja. En met rails kunnen dus ook met redstone een werkend... treinparcours maken, eigenlijk, zodat je rapper van locaties kan gaan. Oh, ik ben gevallen. Rails en beetroot seeds heb ik hier gevonden. Met beetroot seeds kunnen dus een land cultiveren met bieten. Gezellig. Om dan bietensoep te maken eigenlijk, en bietensoep is wel nog lekker. Bietensoep. Hoe weet je of iets lekker is? Omdat dat helpt. Ah, ik heb goud gevonden, lieve. Kom eens, ik ga eens doen hoe dat goud eruit zit. Oké, okay, ik heb touw uit het spinnenweb gehaald. Dus dat is goud. Ik heb sporen. Alright. En goud is mooi. En je kunt er ook gouden zwaarden zo mee maken, maar die zijn niet zo sterk. Dus... Nee, dat is heel dom, gouden zwaarden maken. Je kunt er wel hele goede verbindingen voor maken in je mobiele telefoons. Heb je een reden waarom dat goud zwaar dom is? Een echte reden? Omdat goud een redelijk zacht materiaal is. Puur goud, daar kun je een gaatje in bijten zelfs. Dus als je daar iemand mee slaat, ja, dat helpt niet echt. Ik ga touw weghalen met mijn zwaard. Voilà, okay. Dat is goed. Bart, ik heb hier een... Meester zei dat ik iets goed deed. Ja. Meester, ik heb een kist gevonden vol met materiaal. Mag je die gewoon plunderen? Of? Ja, zeker. Maar meester, wat als die van iemand anders is? Zou jij het fijn vinden als jouw kist opeens leeg was? Ja, maar die mensen zijn al lang dood. Hoe weet je dat, meester? Heb jij ze misschien doodgemaakt, meester? Omdat de spinnenwebben al... En niemand gaat ze ooit vinden. En... Meester, ik heb geen pikkelweel meer, meester. Dat is heel ambetant, meester. Wat kan ik dan doen, meester? Een nieuwe maken? Heb je materiaal voor een nieuwe, of niet? Materiaal wel, maar ik heb geen craft table. Oh, daar loopt weer zo'n plofding. Ah. Wacht, ik kan wel een craft table maken. Meester, ik heb een craft table gemaakt, helemaal zelfstandig, meester, zoals jij het mij geleerd hebt, meester. Dat is flink, jullie zijn klaar voor het examen. Meester, waar ben je? Ik ben je kwijt, meester, ik ben bang, meester. Ik ben eigenlijk zo rap mogelijk gewoon op zoek naar redstone. Omdat je denkt, straks gaan die boomers toch gaan slapen en tegen dan wil ik dat wel een keer getoond hebben. You read my mind. Oké. Okay. Ik ben alleen maar spinnenwebben aan het weghalen, want ik vind dat dit er wel een beetje onderkomen is. Ik vind dat er veel properder uitziet als er iemand een keer de koppenwebben wegdoet. Het wordt hier wel donker. Oh, wacht, wat is dat hier? Hier is blauw.
Hier is lava en water. Ongelooflijk. Ik ben bij een hoekje met lava en water. Ben ik hier veilig of zeer onveilig, meester? Het water zei veiligheid. Oei, ik ben dood. Oh my god. Ja, je bent dood. Oh my god. Meester is dood, Bart. Oké, dus ja. Ik maak nu een crafting table. Meester weent, Bart. Is dat uw schuld? Zijn jij nu gewoon random Star Wars films naar het Nederlands aan het vertalen? De meester is dood, de meester weent. De meester komt terug. Dus ik heb nu een crafting table gemaakt. En dus nu, wacht ze, rechterbuisknop. Ik doe twee stokjes onderaan. En ik maak een lijntje bovenaan van ijzer. Potverdikke, ik heb geen ijzer. Kan dat ook met andesite, diorite of cobblestone? Cobblestone wel. Een stenen houweel. Oké. Okay. Ik heb een stenen houweel. Hoe maak je zo'n fornuisje? Dan maak je een de rand van je negenhoekig ding maakte, dus eigenlijk alles behalve het centrum maakte van steen. Een vierkantje van steen. Behalve het centrum. Ja. Oei, ik hoor heel rare geluiden. Ja, dat kan wel eens om, man. Ik heb een fornuis gemaakt, meester. Ik ben wel totaal de weg kwijt. Erik, ben bij Bart. Thomas. Ja, ik ben mij Grim aan het zoeken toen ik gestorven was. Iedereen is de weg kwijt, hè, Bart? Maar iedereen is de weg kwijt. Ga die wereld uit, hè. Ga die wereld uit. Dus, ik heb nu een fornuisje gezet naast het lava. Nu doe ik daar een kool in. Onderaan. En iron ore bovenaan. En nu moet dat een beetje bakken. Oké, ik ben nu ijzer aan het maken, denk ik. Heel zelfstandig. Heel flink. Dankjewel. Flink is mijn levensdoel. Ik heb al één ijzer. En nu vormt er zich een pijltje met het tweede ijzer. Ik heb al twee ijzer. Hoe lang duurt het om een iPad te maken? Dan heb je heel veel redstone nodig, zeker. Yep. Holy, waar ben ik? Kan ik wat een appel... Horen jullie een kindje wenen? Ja. Ja, ik wil... dat is mijn dochtertje. Ik ga die even op mute zetten. Dat is geen probleem. Thomas, kan ik een appel bakken op het vuur? Nee, ik kan wel taart maken. Maar daar heb je ook nog een bloemhuis over nodig. Ja, dat is te vroeg. Ik heb dus ook touw. Kan ik dan een vislijn maken? Ja. Oké, okay, ik ga dat gewoon doen. Ik woon in een grot, maar ik ga toch een vislijn maken. Dus, ik doe stokjes in een diagonaal. Yep. En dan touwtje naar beneden. Denk het zoiets. Ik heb gewoon een vislijn gemaakt. Alright. Is er iemand in de chat, Timo, dat Bart zijn spirit animal is? Dat gevoel ken ik. Ai, ja, nu heb ik wel een reputatie die dat ik moet waarmaken, natuurlijk. Ik heb een vislijn, dus ik wil nu eigenlijk gewoon gaan vissen, maar hoe kom ik uit die ellendige grot hier nu? Ah, maar er is hier water in de grot, hè. Hoezo? Hier is water, maar er is lava bij het water. Hé, maar jongens toch. Alles is voorzichtig zijn. En dus, wanneer doe je pijn als je op de lava stapt? Ja, dat vliegt in brand. Dus je kunt eruit gaan, je kunt daar redden, maar soms is de lava diep en dan zakt het erin en dan krijg je er nooit meer uit. Eigenlijk. Help, hier zijn creepers. Help. Help jezelf, Bart. Ik ga vissen. Als dat geen titel is van een boek. Hé, hey, daar loopt iemand. Zit jij dat, Bart? Zit jij aan het water? Ja. Dus maar dat wil zeggen dat hoe dichter ik bij u kom, hoe meer dat ik dichter bij de creepers kom ook eigenlijk. Ja, ja. Oké, okay, dat is slecht nieuws. Ik ben dood, ik ben dood. Bart! Ik zag net een creeper ontploffen, vlakbij Bart. Ik ben nu bij een waterval en ik zou hier graag rustig kunnen vissen. Maar volgens Bart lopen hier dus creepers rond. Zeg, ik kan gewoon al Bart zijn grief gaan pieken, of wat? Ja.
Ik zie daar allemaal grif liggen. Ik heb trouwens iets gevonden. Ik heb twee dingen gevonden. Jullie moeten zelfs misschien naar de stream kijken. Ik heb diamant gevonden, wat dat het zotste is dat je kan vinden in Minecraft. Het zotste? Allee, of het is, dat is een doel op zich eigenlijk. Let op wat je zegt, hè, want nu gaan er comments komen. Hè. Ze gaan mij allemaal bijstaan. Ik heb twee diamanten gevonden, het is niet veel. Maar ik kan bijvoorbeeld een diamanten zwaar maken. En ik heb ook redstone gevonden. Dus we kunnen ze bieden. Redstone! Het is nacht, ik durf niet naar buiten. Ah, ik zie het op de stream. Redstone en dat blauw is diamant dan. Ja. Oké, wonderlijk. Maar hoe vind ik jou? Oh, ik ga terug naar boven gaan, ik ga je meepakken naar boven. Goed, dan kunnen we... Maar hoe ga ik naar boven? Want ik zit nu bij die oude railroads. Ja, ik ga je zoeken en dan gaan we samen naar boven gaan. Maar je zegt zo van, ik ga je zoeken, terwijl ik denk van, dit is een compleet doolhof waar dan niemand elkaar nog vindt, maar je gaat mij gewoon vinden, of wat? Ja, ik ga terug. Denk het wel. Oh, wacht, iets doet mij pijn. Een skelet. Je verleden, lieve. Dat ook, maar ook een skelet. Ik heb gelukkig een zwaard. Ik heb een skelet gedood. Wanneer? Ja, en ik krijg nu een hamer. Ik zit in de problemen. Er is een creeper. Kijk je de deur niet? Kan een creeper door een deur? Lieven, hallo. Je hebt mij gevonden. Hoe heb je mij gevonden? Dat kan toch niet? wacht, hè. Hey, jullie weten niet wat ik juist heb meegemaakt. Wat heb jij juist meegemaakt, Bart? Dus terwijl dat jullie op Ardennenwandeling naar de grotten zijn... Ja. Je mocht mee, Bart. Ja, ik weet maar. Ik heb gezegd dat ik niet mee ging. Ik wou in het huisje blijven. Hè, omdat er een PlayStation staat. Maar dus, er kwam de creeper af. En ik heb vlak voor die zijn neus twee deuren dichtgetrokken. En is gewoon terug weggegaan. Meester, je bent ergens opgesprongen en ik kan daar niet op, denk ik. Oké, wacht. Ik kom terug. Wat zouden wij zijn zonder meester? Bedankt, van master. Master, find me. Is dat trouwens ook geen imitatie die dat iedereen kan? Ah nee, ik kan geen enkele imitatie. Heel weinig mensen kunnen Gollum, maar Alex Agnew kan Gollum fantastisch goed. Die heeft zo'n soort trilling van achter in zijn keel en ik kan die echt niet nadoen. Ik heb ooit met de acteur van Gollum een interview gedaan voor de press release van, ik denk, de eerste Hobbit-film, dus na Lord of the Rings. En ik vroeg hem van, ja, is het niet moeilijk acteren zo als de visuele effecten en het geluidseffect er nog op moeten? En die zei van, ja, ik doe geen geluidseffect. Die heeft geen geluidseffect, dat is gewoon zijn eigen stemimitatie. Ah ja, maar jullie kunnen die stem ook, dus... Die heeft toen live voor mij gegolmd. Dat was redelijk angstwekkend, eigenlijk. Lieven, hier moet je opklimmen, hè. Volg me. Ja, wacht zo. Oké. Okay. Jij bent me echt zo gelijk een oude meet aan het meepakken op... Nu op dit blokje. Ja, nee, ik ben weer al de weg kwijt. Dus hier is een aardeblokje. En dan zo, hup. Ah. Oh, nee, de creeper. Mijn licht stond te donker. Oké. Okay. Alweer een titel van een poëziealbum. I will follow you, bastards. Zijn je mee, Lien? Ja. Kunt je een ring van goud maken in dit spel? Voor aan te doen? Ja, gewoon. En een vulkaan? En een hobbit? Nee, dat is iets... En 11 uur onnodige film? Kunt je dat maken in dit... De Hobbit-trilogie is toch echt wel een van de slechtste dingen dat ooit gemaakt is geweest. Ah, dat was zo'n goede single movie geweest, maar ja. Helaas. Heel dat begin met die musical en die zingende dwergen die met borden gooien, dacht ik echt van, ik kaai. En zo lelijk ook gewoon. Ja, omdat dat was een van de eerste films in, wat is dat? Super High Resolution? Ja, en je ziet eigenlijk... Die dwergen zijn zo realistisch dat je gewoon ziet dat zijn verkleed acteurs. Ja. En dat haalt het er volledig uit, eigenlijk. Oh, wauw. Lieven, kijk eens in de stream. Daar zegt iemand, Bart en Lieven, ik heb nog steeds jullie draak met tetrahedron. Uit Strijkparels. Strijkparels.
Dat kun je ook eigenlijk. De conversie strijkparels naar Minecraft is niet zo moeilijk en omgekeerd. Hè? Nee. Het zijn afhankelijk, daar veel mee zo geknutseld. Ah ja, ja. Allee, afhankelijk van welke template dat je... Want je hebt natuurlijk wel een rectangulaire template nodig dan. Een euclidische. Een euclidische. Wacht, wil ik uit dat gat gaan? Nee, ik raak daar niet uit. Ik ben hier graag. Ja. Ook al heel veel gehoord in mijn leven, wil je een keer uit dat gat gaan. En dan, ik raak daar niet uit. Ja. Oké, we zijn er. Zal ik jullie nog als laatste wapenfeit redstone de keton? Graag. Ja. Show me the redstone. Ik ga er wel zijn, ik ben daar geen expert in. Dus... Dat is nu wel een zware teleurstelling, Thomas. Ik ben zeker dat de mensen in de stream je zullen helpen, / corrigeren, / uitlachen. Kijk, hè. Ik ga dat huisje wel missen. Het is gezellig hier, hè? Ja, ik ga dat wel missen. Zeg, Thomas, hoe moeten wij dat huisje achterlaten als wij vertrekken? Is dat gewoon geveegd? Of moeten wij ook echt stofzuigen en poetsen? Of hoe is dat? Gewoon de vaatwas uithalen. Ja? Maar het moet niet geveegd worden of zo. En de lakens van alles, van de bende. En de lakens aan het voeteneinde? Ja, of gewoon op de vloer. Ja, oké. Okay. En neemt er iemand nog wat foto's? Want ik weet, allee, dat gaat na een tijd vervaagd. En ik wil dat... In de keuken staat er ook nog een fles olijfolie en een halve pak koeken die ook nog moeten verdeeld worden. Laten we dat niet gewoon staan? Ja, voor de volgende. Kunnen we dat niet laten... Laten we dat niet gewoon staan voor de volgende? Ik vind dat onbeleefd. Maar ja, iedereen kan dat toch gebruiken, ik bedoel... Maar dat wordt niet slecht, hè, die olijfolie, Thomas. Die koekjes ook meepakken, maar die olijfolie wordt niet slecht, hè. Oké. Okay. Ja. Zal ik die koeken meepakken en die olijfolie verdelen jullie dan onder de tweeën? Ah ja, dan fuck hier, dat gastenboek. Wie gaat dat... Ik ga dat niet... Nee, iedereen schrijft er iets in ook, dat is ook niet zo belangrijk. Ja, maar dat is dan toch ook weer zo. Allee, dan komen die aan en dan zien die anderen staan niks nieuws in. En dan denk die van... Zeg, en je hebt allemaal je bolletjes bijgehouden? Want dan, ik maak daar dan een Excel-sheet van en dan stuur ik dat door. Hè. Maar het was toch via de app? Heb jij de app niet gedaan? Ik dacht dat we afgesproken hebben via de app. Ah, nee, die had ik niet staan. Ah, nee, fuck. Dan zijn we met twee systemen door elkaar bezig geweest. Ja. Zeg, meester Thomas, ik heb nu, denk ik, een bijl en een zwaard tegelijk vast. Dat kan, in uw linker en uw rechterhand. Amai, hoe doe je dat? Dat is op een bepaalde knop druk, maar ik weet dat ook niet van buiten eigenlijk. Ik heb dat gewoon toevallig gedaan, of wat? Wow. Oh, dank je. En heb jij mijn zwaard gepakt, Bart? Ja, want ik heb niks meer, lieve. Ik vond dat zo zielig om op die manier het spel af te sluiten. Maar je hebt dat weggegooid. Dus ik dacht dat dat een uitnodiging was. Ja, ik had gewoon op de verkeerde knop geduwd of zo. Weet je. Maar je hebt nog altijd twee dingen vast, hè? Het is nog altijd stoer. Oké, okay. Ik heb een pijl vast. Ah, ik heb u gestoken met de pijl. Nee. En ik wil nu gaan vissen, want ik heb een vislijn. Ik heb gewoon een echte vis. En jij bent mij aan het dood doen, of wat? Maar jij hebt mij eerst geslagen. Ik heb nog een half hartje. Je bent nu zo lang, zo goed geweest voor elkaar. En nu zit het toch weer... Wat, Bart? Meester, hoe kan ik mijn hartje zoger doen? Ik heb nog een half hartje. Oh, is dat echt? Eten. Ja. Dan moet je iets eten. Wacht, maar ik ga eten naar... Nee, ik heb geen eten meer. Ik wou ik eten naar u. Ik ga hier een lamskotelet smijten. Dank u. Eet ze allebei op. Amai. Je zit de beste ambulancier die ik had kunnen... Ik ga morgen om 8 uur ga ik voor u applaudisseren. Ik applaudisseer mee, ja. Omdat jij mij een lamp... Dus Thomas, jij gaat ons nu nog redstone laten zien en dan... Ja. Ja. En waar zit jij? In het huisje. Gaan we terug naar het huisje? Ik ga wel missen. Dat huisje, hè? Ja. Zeg maar... Heeft er iemand al gekeken wat dat voor de paasvakantie volgend jaar al geboekt is? Want anders kunnen we dat nu gewoon direct doen, hè? Nee? Ik zou liever iets dichter doen. Is het waar? Ik,
Ik vind dat de moeite niet kunnen... drie uur te rijden, sorry. En we kunnen ook iets zeetje doen, hè, in plaats van Dardenne. Of ietsje zonder skeletten of zo. Of zonder die ender. Maar wat gaat het dan gaan? Ja, dat is moeilijk, ja, dat weet ik niet. Ik ben aan het vissen, hè. Werk het? Er komen wel vissen in de buurt, maar ze zijn niet dicht genoeg. Hey, maar wat moet ik doen als die bijten? Waar heb je al dat materiaal? Komt uit het huisje? Nee, uit het web. Spinnenwebben en houten stokken. Dat is alles wat ik nodig had. Bart, gejaag mijn vissen weg! Ja, wacht door. Wat moet ik doen als er gebeten wordt? Gewoon rechtermuisklik misschien? Ja, er zwemmen zo vissen in de buurt, maar ze bijten niet echt precies. Maar soms gaat het wel voelen als je lijn gaat echt schudden of zo. Ja, die schudt nu wel, maar daar hangt dan geen vis aan. Maar het is af en toe schud en als die echt is, gaat echt zijn. Allee, als het... Oké. Zeg, ik lees even de stream, hè, omdat er een account is dat effectief Lees de Stream heet. En die zegt, als we nu een lever maken, dan kunnen we de deur via redstone bedienen. Ah, wel, dat heb ik net gemaakt hier. Dus, Bart, kan ik een lever. Ik wist niet dat je organisch materiaal kon maken. Er is waarschijnlijk al iemand die echt de functionele lever gemaakt heeft in Minecraft, waar je eten in steekt en dan... Dus dat is een knop en dan gaat de deur open op die knop. Dat is eigenlijk basis Minecraft redstone. Dus als je op die knop drukt, rechter muisklik. Hier, dit? Ja, dan gaat de deur open. Oh, wauw. En dan heb je ook nog een lever, dat is dan anders, dat kun je aan- en uitzetten. Dus dat is de lever dat ik nu gedaan. En als je open en dan toe, moet je dan met dezelfde knop doen. En voor dat circuit, hoeveel redstone heb je dan nodig om dat lijntje te trekken? Dit zijn nu 5 redstone, maar ik kan het ook 2 doen, zogezegd. Ah, oh, oké. Okay. Ik heb nu verder gedaan voor gewoon te demonstreren. En dan heb je ook nog van die... ik zal de stoom... Lieven, ik heb een vraagstuk. Een cryptogram. Een cryptogram? Een cryptogram voor jou. Het is... het is niet echt een cryptogram. Het is nerdy, je kunt er een deur mee open doen in Minecraft en het is muzikaal. Simply Red? Nee, Lever 42. Oh ja. Ja. Conceptueel grappig, Bart. Ja. Conceptueel. Dus niet grappig, bedoel je? Nee, conceptueel wel. Ah ja. Conceptueel, maar ja. Ik ga je voor de rest van de dag die deur open en dicht doen. Dat ik zou sowieso zo graag een vis vangen. Ik zou daar zo gelukkig van worden. Hoe bouw je een boot, Thomas? Hout van onder. Dus een U-vorm van hout, maar niet de bovenste twee. Dus een lage U. Dat valt eigenlijk nog mee. Kun je gemakkelijker vissen met een boot? Soms wel, als je wat meer in het midden zit. Oh, dat gaat niet. Oei, ik krijg die deur niet meer open. Het zit gewoon vast, denk ik. Oké, als ik mijn vis gevangen heb, kan ik gelukkig gaan slapen. De zon gaat onder. Maar dus met die systeem, met die redstone systeem, we hebben quartz nodig voor ook nog verder te gaan eigenlijk. En dat... Zeg, zullen we nu de laatste avond eens samen nog genieten van de zonsondergang? Ze is bijna onder. Ja, oké, ik kom naar jullie. Ook al wil ik graag een vis vangen. Ik sta aan de deur. Oh, ik sta vlak bij jou, Bart. Je vis zit nog in het water leven, dat is ook wel... Zie, de zon gaat onder en je ziet ze zelfs schijnen door de algen. Dus dat is een hele bizarre zee hier. Dat zou toch heel cool zijn als dat in het echt ook zo was. Ik denk dat we Notch een keer een mailtje gaan moeten sturen dat niet helemaal klopt hier. Is er niemand die zich genoopt voelt tot poëzie bij deze schemeravond? Ja, zo wat vierkante hoekige poëzie misschien, maar het is de moment niet, denk ik. Alleszins, ik vind dat jullie geslaagd zijn in jullie eerste Minecraft-les.
Jullie hebben... Het was een moeilijke start. Ik ga eerlijk zijn, ik dacht, dit komt niet goed. Ik weet niet of ik dat zelf gezegd heb, maar ik dacht het alleszins. Maar ik weet niet of ik het let op heb gezegd, maar ik dacht even van, dit komt niet goed. Maar het is uiteindelijk wel goed gekomen. Jullie zijn gegroeid als mens, als vierkante mens, en als... voilà. Ja, maar ik had dat ook, Thomas. Ik dacht aan het begin van, deze wordt geen plezant weekend. Ik ben al zoveel in Dardenne geweest. Mm-hmm. Maar dan voelde ik toch ook dat de groep elkaar een beetje begon te vinden en we elkaar wat beter leren kennen. En dat heeft veel gedaan. Ik zag het aan de eerste avond uit de kaasttafel was dat hij echt een beetje down was. Ja, maar ik durfde ook niks zeggen, nog niet en zo. Ja. Omdat ik dacht van, ik ga nooit iets gemeenschappelijks vinden met deze mensen. Mm-hmm. Maar dan stierven we samen en vonden we samen Redstone en spinnenwebben. En dan... En ik verwachtte niet, maar dat... Ja. Ik heb een prachtige tijd gehad. Ik vond het eigenlijk ontroerend om te zien hoe dat je met moeite en inspanning zoveel opsteekt, dat dan als je 9-jarig zoontje even binnenloopt, eigenlijk in een minuut gewoon met de grond gelijk gemaakt wordt. Ik vond dat prachtig, hoe dat wij dat toch gedeeld hebben. Ja. Ik zal eens afsluiten met iets poëtisch. Ja. Zoals de ijsberg die we daar in de verte zien, hebben we slechts het topje van de Minecraft-wereld eigenlijk leren kennen vandaag. Ja. Wow. Ja. En er is nog veel meer ijs. En om het nog even... En door de klimaatopwarming... wacht, ik... Ik probeer in de metafoor te blijven, Bart. Ja. En door de... door de temperatuur van de zee, die door de warmte van onze vriendschap toch gemaakt wordt, zal de ijsberg in zijn geheel smelten, waardoor relatief gezien... relatief blijft er hetzelfde, maar waardoor in absolute waarde het stuk onder de zee kleiner zal worden. Voilà. Ja. Ik wil nog ook afsluiten met dit nummer eigenlijk. Ain't seen nothing yet. Baby, just ain't seen nothing yet. Dat is ons nummer, hè? Ja. Dat is ook het liedje van het weekend, hè? Ja. Allee, ja. Ja, ja. Zetten we dat op in de terugweg naar huis? Ja. Maar ja. Maar ja. Maar ik ga dus toe, want mijn gsm moet inzetten, want het is bijna leeg. Ik ga nu een aftansen Ford Fiesta van mijn ouders bouwen met de crafting table. En dan kunnen we daarmee terug naar huis rijden over de ring rond Brussel eigenlijk. Hè. Wacht, hè. Ik ga een zwart gat bouwen en daarin kruipen. Aftansen Fiesta, eerst een crafting table. Ja, oké. Oké, alleszins. Ik wil ook de kijkers bedanken voor mee te gaan op... dit weekend in Ardennen mee live te volgen en van commentaar te voorzien. En ons sporadisch uit te lachen, maar net goed getimed. Ja, en ook respectvol op manier, voor, want het kon ergens... Respectvol uitlachen, ja. Klopt. Ja. Oké. Dan, volgende week ben ik terug, maandag, met iets nieuw. Ik weet nog niet precies wat, maar we zullen wel zien. Dus bedankt om te kijken, alleszins. Tot de volgende. Thomas, heb jij ooit Robo Rally gespeeld? Ja. Oeh. Amai, Robo ja. Rally. Ik ja? denk, als je Robo Rally speelt in een livestream, dat de chaos compleet is. Dus, enfin ja. Abel, het ding is dat Robo Rally, heb je zo die persoonlijke kaartjes nodig, en dan, ik ga dat niet kunnen hosten. Klopt. Ik. Dus ja, inderdaad, dan heb je een systeem nodig dat iedereen thuis die doos ook heeft en daar 5 kaartjes of 10 kaartjes uithaalt. Ja. Iedereen moet die doos hebben thuis, dat is het probleem. Ik heb al gezocht of er een online variant bestaat, maar het is niet zo. Dus, helaas. Terwijl het heel makkelijk te programmeren zou zijn eigenlijk. Moest ik... Dat klopt, ja, zeker. Oké, het zegt ook iemand dat hij zot veel respect heeft gekregen voor kleuterjuffen. Voor kleuterjuffen, ja. Die zijn ook hele dagen bezig met de vloer open te breken op zoek naar Redstone om te tonen aan kleuter Bart en kleuter Lieven. Dat is ook zo, ja, absoluut. En ze hebben het nog moeilijker, want ze moeten nog kak op kuisen. Dat eigenlijk, dat is al zindelijk moest te zijn. Hoe maak je kak in Minecraft? Dat is voor de volgende aflevering.
voedsel in een driehoekje leggen. Ja. Allee, alles is dagstream. Doei. Yo.